Hallo allemaal, het is woensdag, dus het is weer tijd voor een Neil Talk Live e-workshop. Helaas natuurlijk, afgelopen maandag was die hele leuke workshop gepland met Michelle Taribuka, maar die hebben we door het weer moeten afzeggen. Maar later vandaag ga ik vertellen wanneer we die alsnog gaan doen. Nou, vandaag gaat het over Milk Bath Nails. Dat was een trend die in de loop van vorig jaar is ontstaan. We hebben ook een aantal demo's opgenomen in Neil Talk Live met die Milk Bath Nails. En ik vind het echt een prachtige nagel. En degene die de eerste keer in Neil Talk Live die Milk Bath Nails heeft laten zien, dat was onze enige echte eigen Shiriza. En die zit ook al klaar om het aan ons allemaal te laten zien. Dus wij gaan beginnen. En later vandaag ga ik ook nog de winnaars bekendmaken van twee prijzen. En dat is de prijs natuurlijk van Gino van anderhalve week geleden en de prijs van Naletta. Maar daarvoor moeten jullie nog even wachten. Nou, die Milk Bath Nail, wat is dat nou eigenlijk? En hoe gaan we dat nou aanpakken? Daarvoor gaan we natuurlijk naar Cerise. Ja, ik ga het jullie allemaal vertellen. Leuk dat jullie allemaal kijken. Ik hoop tenminste dat jullie allemaal kijken. Ik weet nou dat kindjes ook weer inmiddels naar school gaan. En misschien moeten jullie die eventueel in de tussentijd ophalen of het eten geven. Kan allemaal, maar je kan hem natuurlijk ook terugkijken. Dus dat is geen enkel probleem. Nou, wat is een milkbadnagel nou precies? Ik zou het gewoon even googlen, want het ziet er echt heel tof uit. Het is gewoon een heel mooi, en ik geloof dat Cleopatra daarin lag in een bad van melk. Zeg ik dat goed, Pepijn? Ja, Cleopatra ging altijd in een bad van ezelinnenmelk. Kijk. Om te zorgen dat haar huid heel erg mooi werd. En dat werd heel erg gevoed daardoor. We hebben ook nog een gravin in de loop van de vorige eeuw en die baden in het bloed. Ja, dat was altijd wat minder leuk. Nou, dat is maar nee, dat gaan we niet maken. We gaan dus een beetje Cleopatra doen. Ja, misschien wel een beetje. En ja, met dit verhaal van Pepijn, misschien krijgen jullie allerlei andere inspiraties om toch iets met bloed te gaan doen. Ik weet het niet. Ik hoop dat jullie de Color Concentrates in huis hebben om dat te gaan maken. Nou, ik ga op tips werken vandaag met jullie. En ik ga jullie tussendoor ook een beetje uitleggen hoe je dit ook mooi kan doen op je eigen nagels. De reden waarom ik dit op tips doe, is omdat ik graag wil zien hoe jullie eigenlijk geïnspireerd worden en wat voor spullen jullie gaan gebruiken. En zodat jullie echt de techniek van de milkbadnagel heel erg mooi kunnen gaan oefenen. Ik hoop dat jullie dus ook op tips gaan aanleveren, want dan weet ik dat je heel veel verschillende soorten kan maken. En het scheelt ook weer op je eigen nagels veilen. Dus, we gaan met tips beginnen. Ik heb in mijn productenlijst, was er eigenlijk één product wat ik niet helemaal heb benoemd. Geef niet, want het is optioneel. En dat is de Power Gel Nude. Die kun je gebruiken. Je kunt hem ook full cover maken en dan gebruik je alleen wit, maar dat ga ik jullie dadelijk vertellen. Ik ga nu een nagel maken die je heel leuk kan combineren met een babyboom. Dus een beetje, echt het melkbad gevoel wat je daarvan van gaat krijgen. Ik heb hier een tipje. Ik gebruik een stiletto tip, omdat ik daar lekker veel ruimte op heb. En voordat ik ga beginnen, ga ik hem eerst even buffen. Normaal gesproken doe ik dat niet, maar omdat we het product straks moeten gaan veilen, heb ik gemerkt dat dat het nog wel eens kan gebeuren, dat als je wat meer druk geeft op die nagel met het veilen, dat dan het hele product eraf komt zetten. Dat komt omdat ik hem eigenlijk normaal gesproken nooit buff. Maar nu ga ik hem dus wel even buffen van tevoren. Het belangrijkste gedeelte is die bovenkant hier, want hier gaat het vaak mis. Hier komt hij vaak los, je product, als je het eventueel gaat veilen daarna. Voordeel is wel dat we heel dun kunnen werken en dat we weinig product nodig hebben, omdat we op een tip werken. Dus we hoeven niet zozeer in een bolling te denken. Zo, dus ik heb de tip even gebufft. Nou, natuurlijk altijd eventjes het stof verwijderen. Even een pompje erbij pakken. Zo. Even het stof verwijderen natuurlijk voordat je gaat beginnen. En hierop gaan we werken. Nou, het is optioneel om nu de kleur nude te gaan gebruiken.
die pak ik er even bij. Ik ga uit een tube werken. Je kunt dus ook een camouflerend product gebruiken van bijvoorbeeld acryl of van gel. Dat maakt niet zoveel uit. Het leuke van deze nagel is ook dat je eigenlijk gewoon in je salon moet kijken, wat heb ik in deze kleuren? Het product wat je gebruikt maakt niet zo heel veel uit. Want de kleuren en de lagen gaan dadelijk het verschil maken. Dus experimenteer gewoon. Ik ga dit een beetje een soort van babyboom nagel maken. Omdat ik dat gewoon leuk vind, omdat de tip eigenlijk best wel groot is. Als dat één wit vlak is, vind ik dat er minder leuk uitzien. Maar zo'n stiletto tip is natuurlijk wel erg lang. In de salon zijn het vaak kortere nagels. En kun je dit ook gewoon heel goed full cover doen. Ik pak een beetje power gel op. Niet te veel, want zoals ik al heb verteld, je hoeft niet te veel producten te gebruiken. Je mag heel zuinig zijn. En je werkt op een natural tip, hè? Want het lijkt op beeld misschien een beetje wit. Ja, dat inderdaad. Was ook een vraag in de comment van Siska, maar het is een natural tip. Ja, het is een natural tip en die heb ik gebruikt. Omdat ik, je kunt dit ook natuurlijk gewoon doen op een transparante tip. Maar dan zul je merken dat je veel meer laagjes op moet bouwen. Als de ondergrond echt glas is, dan heb je meer product nodig om het dekkend te krijgen. En onze nagel is ook nooit echt helemaal van glas. Als je dit, als je bijvoorbeeld eerst een schabloon wil zetten, dus dit op een echte nagel wil gaan doen, dan zet je schabloon neer. Maak gewoon wel echt je verlenging transparant, heel dun, en dan merk je niks meer van die transparantie als je met de volgende kleuren gaat werken. Dus dat is geen probleem. Maar een tip is best wel dik natuurlijk, dik materiaal. En ik ga heel dun werken, dus de dekking wordt een beetje lastig op het moment als ik dat op een transparante tip ga doen. Dus vandaar dat ik ook kies voor een natural tip. Oké. Nou, ik pak mijn power gel penseel, mijn double power brush. Dat vind ik gewoon heel prettig. Even kijken of het goed in beeld zit. Ja. En ik ga... Oh, er is een heel klein haartje aan. Ja. En ik er zijn ook wat mensen in de comments die het ermee eens zijn dat je echt die tip eerst moet buffen. Ja. Omdat het er anders van afkomt. Dus inderdaad een hele goede tip van je, Sarisa. Ja. Ja, dat helpt echt. Wat ook helpt is een beetje liquid aansmeren op je tip. Daardoor smelt hij een klein beetje. Ja, en blijft het ook al beter zitten. Dan? Ja, ja, acrylvloeistof. Nou, ik ben iets te zuinig geweest. Dus ik ga nog een klein beetje bijleggen. Dit is wel 2 seconden uitharden. Heel even kort. Leg nog een beetje bij. Normaal gesproken, als je deze tip natuurlijk in het echt gaat maken, kun je ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld nude te gebruiken. Met een nude een soort van dekking te creëren. Dat ga ik jullie straks nog even goed laten zien, want ik had te weinig product. En dan kun je dus langs de cuticle, zou je ook met de extender kunnen werken, zodat je daar die mooie overhang krijgt. Maar die tip, die heeft zo'n hoge bolling, dat als ik daar de extender neer ga leggen, dan heb ik nul dekking. Dus dat is niet mooi. Vandaar dat ik eigenlijk nu even alleen met nude werk. En dat zou ik je ook adviseren om te doen als je deze dit design gaat maken. Want er is heel erg zonde om de moeite te nemen om een om extender erbij te leggen. Zo, nu kom ik beter tot mijn blend toe. Zo, even iets meer. En dat leg je dan toch ook er weer helemaal achter neer? Ja, ik leg hem daarachter neer omdat hij, zoals je kan zien, hier aan de zijkanten nog een beetje te transparant is. En dat vind ik zonde. Dus daarom leg ik hem daarachter nog een keertje neer. Ik ben een hele zuinige werker en ik heb altijd zoiets van liever nog één laagje eroverheen als ik twijfel dan dat ik hem nu al te dik neerleg, want dan kom ik later in de problemen. Oké, ook als je dit bij een klant doet, moet je eigenlijk dus al gaan denken alsof je een babyboomnagel creëert. Probeer om een tip wel echt zo perfect mogelijk te werken, want we hebben dadelijk natuurlijk, het is niet zo prettig veilen, dus hoe minder je hoeft te veilen, hoe beter. Nou, ik ga hier, als ik mijn product ongeveer op 1/3 heb liggen, ga ik eigenlijk de rest naar beneden blenden. Dus ik trek niks meer mee vanaf de bovenkant. Ik pak hem eigenlijk echt alleen maar vanaf hieronder en daar sleep ik hem mee. En ik laat hier de bolling gewoon de bolling zijn. Nou, dit stukje was natuurlijk optioneel. Als je dit niet wilt doen, dan hoeft dat niet speciaal, of als je geen camouflerende kleur bij je hebt liggen. Zo, nu is die goed. Hij is geblend vanaf de zijkant en dan zie je ook daadwerkelijk een hoogteverschil. Het is echt wel een hoogteverschil omdat de bolling van de tip daar ook heel hoog is. Dus ik ga dit eerst even uitharden. Sarisa, als je dit nou op je eigen nagels doet, hè, en je gaat een verlenging maken, dan ga je natuurlijk eerst het schabloon plaatsen en dan ga je die verlenging zetten. Waarmee zou je dan die verlenging het beste kunnen maken? Zou je dat dan doen bijvoorbeeld met clear of zou je dat met white doen? Of zou je dat bijvoorbeeld toch met die nude dan helemaal doen? Wat is dan wijsheid? Ja, ik vind dat een hele goede vraag van jou, Pepijn, want ik zou absoluut een clear gebruiken. En dit is ook een hele handige in de salon, want kijk, wij maken nu bijvoorbeeld 1 demonagel. En daar gaan we niks mee doen, die vullen we niet op, die halen we de hooguit af of tipje bewaren we in een tipbox. Maar het is wel zo dat als jouw klant de volgende keer terugkomt en zij wil totaal die babyboomachtige nagel niet meer,
Dan heeft zij dus nog wit op de ondergrond liggen. En het is juist zo fijn dat je steeds terug kan veilen naar het transparant, zodat je er helemaal nieuw product overheen kan zetten. Dat hoeft niet, maar ik zou het wel altijd adviseren. Ik vind niets luier als dat ik een nagelstijl of een klant in de salon krijg en die is nog nooit geweest bij mij en die ga ik opvullen voor het eerst. En ik zie daar eigenlijk nog allemaal kleuren onder vandaan komen. Ja, het is allemaal oud product. Het maakt het niet mooier. Je gaat het vaak aan de onderkant nog zien. Dus ik zou echt, als je jezelf wil onderscheiden van de rest, echt op dat moment ervoor kiezen om hem helemaal glad te maken. Terug naar de basis en terug naar transparant. Lisette vraagt, zou dit ook mooi worden met sparkling nude power gel? Ja, zeker weten. Ja, ik denk dat dat heel erg mooi wordt. Ik zou dat daar lekker... Dat is precies wat ik eigenlijk bedoel met ga zelf eens thuis uitproberen. En heb ik niet specifiek een productenlijst genoemd, omdat je kan zoveel gebruiken, waaronder bijvoorbeeld die sparkling. Ja, lijkt me heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd wat jullie gaan maken trouwens. Nou, Patricia Hopman zegt, oh, dat is leuk, die dingen op de tafel. Nou, die dingen die daar op de tafel staan, deels daarvan is het pakket dat je vandaag kunt winnen. Ja. Maar daar gaan we zo direct nog over meer over vertellen natuurlijk. Ja. En dan krijgen we een hele leuke opmerking van Stephanie. Merken jullie dat er door Nail Talk Live de e-workshops meer mensen de weg vinden naar Magnetic? Ik bedoel, jullie hoeven dit niet te doen, maar doen het mooi wel elke keer. Zeg toch wat over een merk. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi compliment. We doen het natuurlijk met name om ervoor te zorgen dat iedereen geënthousiasmeerd en geïnspireerd blijft door ons prachtige vak. En het is die passie die we met elkaar delen, die natuurlijk verbindt inderdaad. En dat maakt het zo ontzettend bijzonder om dit te doen, dag in dag uit. We gaan weer terug naar jou. Ja, heb jij gelijk in, Pepijn. En zelfs ik, die jullie opdrachten krijgt eigenlijk om hier te doen. Ja, als ik die berichten lees, dat is echt hartverwarmend. En ja, helpt mij daar ook echt doorheen. Nou, ik ga op mijn paletje een aantal spulletjes neerleggen. Oh, leuk. Ja, dat wat zie ik allemaal? Dat zijn de shells? Ja, ik heb wat shells neergelegd en wat broken glass. Kijk, je kunt er alles nu in verstoppen, dus dat is het leukste. Ik kan eigenlijk alles hier vandaan pakken en er gewoon opgooien, afmaken en dan is het al leuk. Maar ik wil jullie verschillende producten laten zien. De reden waarom ik die shells heb gepakt, is omdat die eigenlijk goed plat zijn en... ja, niet heel recht plat, maar verschillende hoeken hebben. Waardoor je straks heel leuk dat effect van dat milkpad krijgt. Dat vind ik heel erg leuk, dus daarvoor heb ik die erbij gepakt. Ja, je zou natuurlijk ook gewoon droogbloemetjes kunnen gebruiken. Ja, helaas hebben we die niet. Maar ja, wie weet. Hè? Dus je kan altijd duimen. Maar je kan zelfs theeblaadjes eronder verstoppen of iets. Ja, kijk gewoon. Ik ga jullie gewoon bepaalde dingen laten zien, waardoor jullie vooruit kunnen. En dan is de sky the limit, zou ik zo zeggen. Ja, het punt is dus dat je... een half doorschijnend melkachtig effect gaat krijgen, waar dan die leuke dingen in zijn verstopt. Hè? Ja, dus inderdaad. Je ziet het wel, je ziet het niet. Wat zie je nou? Oh, wat ja. Is het? Wat is het? Nou, ik vind het echt ontzettend leuk, maar ik hou ook van Baby Boom. Ja, dat is waar. Dat kan eigenlijk al niet missen bij jou. Ja. Nou, het volgende stapje. Dit is het leuke stapje. En het kan je nagaan als je dus eerst een hele nagel moet bouwen enzovoort enzovoort. En dan pas met het leuke gaat beginnen. Tenminste, leuke. Jullie kunnen nu gewoon lekker op tips doen. Ik pak Base & Top of een andere transparante topgel. En die lak ik eventjes over dit gedeelte heen. Daarboven heb ik hem niet nodig. Maar op dit gedeelte kan ik hem goed gebruiken. Nou, waarom? Dit is mijn lijm. Ik heb van de Base & Top ook een klein druppeltje neergelegd op mijn paletje. Dan maak ik even mijn penseeltje in wakker. En daarna, dat zat wel een heel leuk moment. Kijk of het in één keer goed lukt. Pak ik mijn, kijk, pak ik wat van mijn shells op. Maakt helemaal niet zoveel uit hoe groot het deel is. Pak ik even heel makkelijk op, ja? Ja. Ja, ik weet dat het gaat gebeuren, dus ik had jullie gewaarschuwd, hè? Oké, ik leg hier dan een stukje neer. Maar het maakt dus helemaal niet uit waar je dat neerlegt. Waar je wel een beetje rekening mee moet houden, is dat je straks wil dat er ook nog wit overheen komt. En ik kan hem helemaal vol met schelpjes leggen, maar je gaat straks de helft niet meer zien. Dus dat is helemaal niet handig. Ja, spaarzaam werken is dan echt wel verstandig, hè? Absoluut. Ah, daar komt die broken glass. Wat van de broken glass. En je ziet dat ik ook minimaal wat heb neergelegd hier op het paletje. Ietsje meer, zodat jullie het goed kunnen zien. Maar daar pak ik het vanaf. En het is helemaal niet erg als dat vuil wordt. Kijk er wel voor uit dat je dit dus niet gaat doen vanuit het potje zelf. Want dan haalt alles uit op een gegeven moment, hè? Omdat je penseeltje met je Base & Top, als je dat daarin doopt, dan wordt het één grote rommel. Dus dat zou ik wel vermijden. Vandaar dat ik graag werk vanaf een paletje. Nou, en die stukjes Elvira vraagt dat witte. Dat zou ook kunnen met de Sparkling White, hè, inderdaad. Ja, maar dat zou ik toch op een of andere manier niet doen. Ja, dus de Sparkling White...
is zo licht eigenlijk. En dat komt natuurlijk ook omdat er een glitter doorheen zit. En het is juist zo leuk dat je echt net als een milkbad, dat het lijkt alsof de plasjes melk, eigenlijk straks plasjes melk, eigenlijk straks op onze nail art terechtkomt. En met een glitter denk ik dat je dat effect een klein beetje kwijtraakt. Maar ik zou het gewoon proberen, want wie weet is het wel hartstikke tof. Ik zie dat Kobi, mijn collega, het net inschakelt. Oh, en die had gevraagd of we eens een keertje iets met Broken Glass willen doen. Omdat dat is een van haar favoriete producten. Dat heeft ze zelf een keertje op de naam gezet. Dat vindt ze zo mooi. Begrijp dus ik helemaal. Dus speciaal voor Kobi hebben we dan dit keer met die Broken Glass aan de slag. En ik kreeg een hele leuke vraag, als ik die eventjes mag beantwoorden. Ja, doe maar. Hoor. Van Dennis Brugman. En die wordt gesteld aan mij de vraag, heb jij wel eens op jezelf geoefend, Pepijn? Nou Dennis, ik ben 20 jaar geleden begonnen met nagels, omdat ik zelf kunstnagels droeg. Dus ik denk dat ik de eerste 12 jaar van mijn carrière zulke lange kunstnagels droeg. Echt stiletto-nagels. Dus ik vind oefenen op jezelf heel belangrijk. Ja. Of je nou man of vrouw bent, want bij jezelf, je denkt in eerste instantie, het is helemaal goed. Maar later zit je op de bank, s'avonds ga je kijken en dan zie je, oh, hier is toch iets of daar is toch iets. Dus ik heb heel veel geleerd van het doen van mijn eigen nagels. Maar goed, we gaan weer terug naar jou. Ja, ik ben het helemaal met je eens, Pepijn. Ik heb dat echt jaren gedaan, ook jaar in jaar uit. En dan om de 2 weken iets anders. En dan kan je inderdaad gaan kijken van, oké, hoe blijft het zitten? Hoe ziet het er uiteindelijk uit? Hè? Dat heb je met je klanten niet, die zie je gewoon niet meer. Oké, ik heb dit gedeelte uitgehard. En dat was bezentop, hè, waarmee ja, je dat had. Ja, gewoon in de bezentop. Gebruik iets wat een beetje transparant is. En in dit geval is bezentop natuurlijk ook een hele flexibele gel. Waarin ik dan zeg maar wat meer zekerheid heb dat dat echt ook op zijn plek blijft zitten. Maar je zou dit ook gewoon net zo goed met Supreme Finish kunnen doen, hoor. Dat is geen probleem. Oké. Ik heb nu de Power Gel White naast me neergezet. En wat nu eigenlijk het dingetje is op je gemak werken. Je kan zeggen, ik pak nu een bol wit. Ik leg het eroverheen en trek hem helemaal naar beneden. Dat zou ik niet doen. Dus ik ga meerdere witte bolletjes pakken. En dan ga ik het effect creëren van een melkbad. En wat dan heel leuk is, dat doe ik tenminste, vind ik leuk om te doen. Is dan toch ook echt een fotootje erbij houden. En kijken, nou, hoe ligt zo'n blaadje nou eigenlijk in dat melkbad. En ja, hoe ziet dat eruit? En gewoon om te voorkomen dat je eigenlijk gewoon een witte vlek krijgt straks. Het design moet nu af zijn. En daarna ga ik hem inkeppen. Dus als je hem nu neerlegt, zo moet hij ook blijven. Dus het is niet meer dat verrassingseffect. Van kijken wat er onderuit komt op het moment dat ik klaar ben met veilen. Ah, oké. Okay. Dus nu styleer je eigenlijk zeg maar het melkbad effect eroverheen. Ja, ja. Dat doe je zo dun dat dan cap je hem nog met clear. Dus dan blijft die, wat je nu creëert, is het eindresultaat. Dat is het eindresultaat, ja. Dat klopt inderdaad. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. En daarvoor leuk op een tip. Want je kan dan heel dun werken en je kan de bewijzen van spreken op een tip, nogmaals. Zeggen van, ik leg er een laagje rubberbees overheen. En dan ga ik hem veilen. Dat zou ik niet doen bij een echte nagel. Daar zou ik toch wel echt goed je transparant overheen leggen om hem stevigheid te geven. Dus maar op een tip hoeft dat niet eens speciaal. En je hebt met je wit ook. De Power Gel White is een beetje, het is niet een soft white. Hij is wel mooi wit. Maar hij is niet spierwit, niet extreme. Nou, heb je nou wel een product wat echt spierwit is? Meng hem dan met een clear product. Dus je moet echt eventjes kijken hoe jij het mooiste effect krijgt. Dus probeer dat gewoon eerst eventjes. Werkt het niet? Adviseer ik altijd, haal het er gewoon af en doe het gewoon even opnieuw. Oké, nou ik ga nu hier beginnen. Stel je voor dat dit dan het bad is, dan ligt die bovenkant ik boven. Ik moet zeggen dat ik hem zo ook al heel mooi vind. Ja, het is hoor. Zo ook al leuk. Zonder heel effect eroverheen. Maar oké. Klopt, inderdaad. Kijk, het is niet zo dat je de producten helemaal niet mag raken. Ik leg hem hier dus ook neer over die glittertjes. Een beetje bijpakken. En links en rechts verdeel ik dan wat. Natuurlijk wat op de punt, maar je moet je bedenken dat dit niet in één keer af hoeft, zeg maar. Als ik straks nog een beetje bij wil pakken, dan is dat helemaal geen probleem. En het lijkt lang te duren omdat dit een hele grote tip is, nogmaals. En in het echt is dit natuurlijk veel kleiner. Okay. Nou, dit ga ik nu plat duwen. Ik duw hem eigenlijk aan. En je ziet dat ik nu al die schelpjes hier aan de zijkant aan het verstoppen ben. Ja. Nou, daar kan ik straks nog mee spelen, hè. Ik duw hem alleen een beetje plat en dan merk je pas hoeveel product je in handen hebt. En je kunt op het product blijven duwen om hem dan eigenlijk steeds door het blenden transparanter te maken. Zodat je ook de onderkant en in dit geval natuurlijk de shells toch nog kunt zien. Nancy die vraagt in de comments of dit ook met acryl kan. En zeker. Ik heb al geantwoord dat dat absoluut kan. Ja, het is makkelijker. Het is zelfs makkelijker. Maar Nancy, doe dan niet te veel bolletjes wit in één keer. Concentreer je dan echt op één bolletje wit en dan verwerk je dat helemaal tot je tevreden bent en dan als volgende bolletje wit. Het voordeel van Power Gel is natuurlijk dat het pas uithardt als jij dat wil.
En acryl, hard uit aan de lucht. Dus dan doe je het gewoon in kleine bolletjes. Ja. En als je het dan wat vaker hebt gedaan, kun je natuurlijk meerdere bolletjes verwerken. Maar begin gewoon met één bolletje per keer. Ja, dat zou ik ook zeker doen. Ja, heb je helemaal gelijk. Sterker nog, die nagel die jij vorig jaar hebt gemaakt, die Milk Bath Nail, was ook met acryl. Dat klopt. Ja, ik wou stoer doen. Ja, kijk, het voordeel, als je zegt van nou, ik vind het leuk om te doen, maar het moet bij mij in de salon toch echt sneller, dat kan natuurlijk. Dan zou je ook kunnen zeggen, ik doe het wit gewoon met acryl. Want dat witte, dit wat ik nu aan het doen ben, dat duurt eventjes, omdat ik hem helemaal weg wil blenden. En af en toe het product weer een beetje tevoorschijn wil toveren door het weer weg te duwen op die plek. Dus je zou kunnen zeggen, joh, ik zet mijn nagel gewoon met gel en die witte bolletjes doe ik met acryl. Dat gaat veel sneller. Want je hebt, je hoeft niet echt een acryler te zijn, want je hebt maar hele kleine druppeltjes nodig. Alsof je aan het 3D'en bent. Dus het zou eventueel kunnen. Jij ook als bijvoorbeeld echte gel stylist. Dat is geen probleem. Zo, ik heb nu één laagje aangebracht. En ik vind het wel leuk hoe dit dan precies daaronder verdwijnt. Zie je het? Je creëert echt een badje. Je ziet ook dat stukjes van de broken glass ook niet meer zo zichtbaar zijn. Nee. Maar je ziet hem er een beetje onderdoor schijnen. Een zachte shimmer. Heel licht. Wat je dan doet als je denkt van nou, ik wil toch nog een beetje extra van die broken glass hebben. Dan pak je gewoon nog een beetje op. En dan leg je er gewoon nog iets overheen. En deze stukjes broken glass liggen dan wat meer aan de oppervlakte. Ja. Dus dan geef je hem een extra accentje als je denkt, nou, iets te weinig bling. Ja. Dan leg je er nog een paar stukjes bovenop. Ja, het is echt heel leuk. Waar je wel voor uit moet kijken is dat je niet je broken glass hier, wat je hier hebt liggen daaronder, dat je daar niet weer de broken glass oplegt. Want dan zie je juist dat doorschijnende deel niet meer. En dat is juist zo leuk. Oké, okay, nou, dit gaat weer. Dat is een tip van je. Want ik zou natuurlijk in de verleiding komen om daar dan toch weer lekker broken glass op te leggen. Want dan denk ik, laagjes glitter is ook leuk. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is ook precies waar ik eigenlijk altijd heel voorzichtig in ben. Je moet eigenlijk alles wat je plaatst in die nagel, vind ik, proberen dat je alle stapjes, ieder product altijd nog ziet. De eerste stukjes zie je dan door een laagje melk heen. En de tweede stukjes liggen dan wat hoger in het bad of drijven zelfs boven. En dat zijn de meest glanzende stukjes. Zo, even uitharden. Het is wel belangrijk dat je je wit goed uit laat harden. Want ja, het is hoog gepigmenteerd. Hij heeft echt uitharding nodig. Je hebt hem wel heel plat geduwd, dus het zal heus wel goed komen. Maar ik ga hem nu niet flash curen. Dat vind ik niet voldoende. Irene, die vraagt, je gaat het dus echt in lagen opbouwen. Klopt dat, Cerisa? Ja, dat klopt zeker. Deze nagel bouw ik in lagen op. De volgende nagel die ik ga maken, of de... Nee, de derde nagel die ik ga maken, heeft nog meer laagjes. En dan ga ik net weer een ander trucje laten zien. Dus dat is, het is leuk, want ja, eigenlijk is het heel snel klaar. Dus ik wil jullie verschillende stapjes laten zien, zodat jullie daar ook een beetje mee kunnen spelen. Dat je op een gegeven moment gaat kijken, oké, welke techniek is nu handig om te gebruiken en geeft het mooiste effect voor de producten die ik nu ga gebruiken. Dus ja, dat wordt er zijn leuk. Een paar mensen die vragen zich af, hoe lang ga je dit nu uitharden? De volledige uithardingstijd van een laag power gel is 1,5 minuut. Als je op een Colourpop werkt of je werkt heel erg dun, dan kun je ongeveer na een minuutje, een klein minuutje gaan. En dan kun je naar de volgende laag toe gaan. Ligt er wel aan hoe oud je lamp is. Hè? Als je nou een wat oudere lamp hebt, dan moet je altijd wat langer uithouden. Dus je kunt zeggen, hoe dunner de laag, hoe korter je kunt uitharden. Hoe ouder de lamp, hoe langer je moet uitharden. Misschien een handig ezelsbruggetje. Ja. Ja, het is heel belangrijk om dat te weten inderdaad. Zeker met het wit. Ik ben nu zover in de nagel. Ik kan twee dingen doen. Ik kan nog een heel klein beetje witte eroverheen leggen om nog meer diepte te creëren. Hier aan de bovenkant kan dat ook, omdat hij hier nog wat op de oppervlakte ligt. Maar het kan allebei. Dus ik heb hier echt die shine nog. Dat kan ik nog een beetje neerleggen. Dan krijg je toch nog net iets meer dat babyboom effect. Ik ga het gewoon doen omdat het gewoon kan. Ieder design is ook anders. Ik kan dit thuis maken en dan doe ik het net even zo. En op een andere manier doe ik het net eventjes anders. Dat komt er ook, dat ligt er ook aan. Hoe liggen jouw stukjes? Hè? Welke vorm heb je gebruikt? En daarvoor moet je gewoon af en toe even kijken. Van wat kan ik nog meer maken? Wat is nog misschien toffer om, om nog even mee verder te gaan? Jolene zegt, wauw, ik vind het nu al mooi. Oh, wat nou als je geen shells of broken glass hebt? Nou Jolene, dan kun je andere elementen gebruiken die je wel in huis hebt. Je kunt een beetje spelen. We gaan straks ook nog allerlei dingen gebruiken hoor. Dus dan word je nog zeker geïnspireerd. Ja, absoluut. Je kunt er van alles ingooien, wordt inderdaad gezegd. Ja, het leukste is natuurlijk als je misschien wat gedroogde bloemetjes in huis hebt. Zou dat wel heel tof zijn. Of potpourri. En dan de grootste blaadjes uitzoeken, die kun je er ook in leggen. Dat is ook heel erg leuk.
Ja, Magnetic heeft zulke mooie producten dat ik echt zoiets had van, nee, dat is gewoon zonde om dat, daar niet iets mee te doen. Kijk, leg hier nog een klein bolletje neer, dat ik die nog een klein beetje kan blenden. Dan komt mijn shell hier ook net even onder een beetje, een beetje melk te liggen. Maar gewoon even zou je dit nou combineren in de salon om met op de andere nagels babyboom? Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat dat echt het mooiste is. Doe je er twee nagels of zo? Dat kan. Ja hoor, zeker. Dat is echt smaak. Wat je leuk vindt. Kijk, dat stukje wat hierop ligt, dat wil je wel goed blenden. Dat die ook echt in het badje ligt. Hieronder heb ik nog een klein bolletje neergezet. Die duw ik ook nog plat voordat ik hem ga cappen. Hier liggen de glitters ook vrij bovenop. Dus dan leg ik hem ietsje meer onder. En dat geeft ook een heel leuk effect hoor. Om je broken glass onder een laagje, dun laagje wit te leggen. Ja, nu vind ik hem leuk. Ga ik hem uitharden en daarna cappen. Ja, ik vind dit nou echt zo'n type nagel. Dat, ik zie dat ook in de comments. Dat eigenlijk moet je gewoon je nailartla opentrekken. Ja. Ik had vroeger echt een paar nailartlades. En die stonden, waren dan hier. Hè. Nailartla opentrekken. Dus eventjes rommelen. Ja. En dan wat er onder op die la ligt, onderin, dat eruit halen en het verstoppen in een nagel. En dan eens kijken wat dat oplevert. Want dat zijn vaak de leukste effecten. Klopt. Dus trek je nailartla open en ga op zoek. Heb ik ook gedaan hoor, Pepijn. Ik dacht, er moet toch nog wel iets zijn wat ik er nog meer in kan leggen. En misschien een leuk idee voor jullie. Ik had laatst ook meegedaan met de opdracht van Deborah, met dat summer. En daar vond ik dat fruitschilderen vond ik heel erg leuk. Ik denk, nou, hoe leuk is het als je bijvoorbeeld op een nude ondergrond of een witte ondergrond dat fruit schildert. En dan daarna dat zo'n milkpadnagel van te maken. Dus toch dat wit eroverheen te leggen. Leek me echt leuk. Ja. Even kijken welke de kleur is. Ik ga hem afmaken met Power Gel Clear. In de salon zou ik jullie eigenlijk adviseren om dit met een standaard builder clear te doen. Omdat hij net iets helderder is. En je hebt best wel wat meer product nodig. De Power Gel Clear leg ik nu in een hele dunne laag neer. Waardoor die echt wel heel mooi transparant is. Maar ja, ik zou toch wel... dat zou ik normaal gesproken dus doen. Maar nu kies ik voor de Power Gel, omdat ik die ten eerste heel strak op zijn plek kan leggen. Waardoor die straks heel snel geveld is. En ten tweede omdat ik maar een heel dun laagje ga gebruiken nu. Dus, maar voordat je verder gaat, heb ik een hele goede vraag van Sherinda. Ja, kom maar. Want als we nu naar jouw tip kijken, dan zien we dat het wit links iets hoger ligt dan rechts. En natuurlijk bij een babyboom wil je dat redelijk gelijkmatig hebben, maar is dat nu niet belangrijk? Nee, dat is helemaal niet belangrijk. Het is natuurlijk een soort van accentnagel die wat te maken heeft met die nagels daarnaast. Maar die mag best een beetje speels zijn. En als jij zegt, nou ik wil hem echt exact een mooie babyboom blend hebben en misschien alleen maar op de punt een effect van dat milkbad, hè, dus dat je maar heel klein beetje of maar één shell toevoegt, dat kan natuurlijk ook. Dat is wat je zelf leuk vindt. Ik heb hem een beetje rommelig gelaten, omdat ik heb hier maar één tip. Dus het maakt niet uit of dat helemaal strak is. Maar het kan natuurlijk ook. Het kan. Ik ben benieuwd wat jullie gaan maken. Alles kan eigenlijk met deze opdracht. Dat is wel leuk, hè? Maakt het een stuk makkelijker. Oké. Ja, ik ben ook van de zuinig werken, hè, zoals ik net al heb gezegd. Dus ik ga ook niet te veel producten in één keer oppakken. Het lijkt heel veel, maar het is net niks. Als je vanaf de zijkant kijkt, zie je dat die aardig plat is. En dat het product eigenlijk dadelijk, als ik hier de bolling ga volgen, ligt het product mooi onder. Dus daar moet je wel een klein beetje rekening mee houden. En daarvoor zuinig werken. Linda Klomp zei in de comments, ja, mijn lade is nog niet zo diep, toen het over die nailartlades ging. Maar Linda, geef het tijd. Geef het tijd. Op een gegeven moment zijn die lades heel diep. En weet je wat het ook is? Je vergeet soms dat je dingen, althans, ik spreek voor mezelf. Zeker. Dan vergeet ik dat ik bepaalde dingen heb. En die ga ik graven in die lade. En denk, oh ja, maar dat geldt ook met nailart tips bijvoorbeeld. Ik moest me voorbereiden voor mijn 3D-workshop. En toen ben ik mijn doos gaan pakken met allemaal voorbeelden. Toen dacht ik, oh, dat is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Nou, zo werkt dat. Jij gaat dat nu heel zachtjes verdelen, hè? Ja. Ik ben hem aan het wegblenden. Ik heb hem boven neergelegd, hè. Dat stukje hebben jullie allemaal kunnen zien. En ik ga hem nu... Oh, dank je, Wen. En ik ga hem nu verdelen naar beneden toe. Je ziet dat ik dan ook een beetje die bolling zo aanhoud. Want ik wil natuurlijk zo min mogelijk feilen. En de rest ga ik gewoon verdelen over het product heen. Stel je voor dat je nou een shell hebt die een beetje eigenwijs is. En die toch omhoog blijft staan. Geef niet, want je velt er dadelijk, die vel je er straks vanzelf af. Zo. Het is een beetje aanduwen ook, hè, want je wil dat het product echt tussen die schelpjes komt te liggen. Dus het is altijd duwen en naar beneden trekken, zoals je ook normaal gesproken een nagel bouwt. Duwen naar beneden en dan trekken. En dan pers je eigenlijk één geheel. Zo, trek
hem nog heel even door en ik check hem dan even vanaf de zijkant. Daar is hij nog een klein beetje op. Ja, je ziet nu al dat hij veel meer in harmonie is, hè? Zeker. Puntje zet ik nog een klein beetje bij. En ik zal zeggen, ik ga niet tot in perfectie natuurlijk die tip veilen. Dat hoeven jullie thuis ook niet te doen. Want als je straks de toptail hebt aangebracht, als je toptail aanbrengt en je houdt hem even op zijn kop en je draait hem naar de hand weer terug, dan egaliseert dat ook nog heel veel. Dat geldt voor op een tip, maar dat geldt ook voor op je nagel als je hem gaat bouwen. Dus die techniek ga ik nu zeker gebruiken, omdat ik zit natuurlijk niet zo lekker te werken als dat ik dat thuis doe. Dus er moet altijd voorzichtig zijn dat het product daaronder niet loslaat. Dus het laatste stukje ga ik nog opleggen, want ik miste natuurlijk een puntje. Dat heb ik eigenlijk altijd, omdat ik dan zuinig werk. Ik liever zo dan dat ik het na de hand moet weggooien. Niet omdat ik het te inhalen daarbij voor ben. Daarbij komt, Cerise, dat heel veel mensen hebben dat op dat punt. Want dat is eigenlijk bijna het dikste punt van de nagel. Ja. Maar daar krimpt het product ook het meest. Dus omdat dat... Ik wou dat dat op het lichaam ook zo was, maar dat is niet zo. Realiseer ik me terwijl ik naar mezelf kijk. Maar doordat daar het product het meest krimpt, krijg je bijna altijd een deukje op dat punt. En dat heb je ook bij dat nagelbed, bij die bolling die je in eerste instantie hebt neergelegd. Maar dat zie je niet, omdat dat naar zichzelf toe krimpt. Terwijl hier heb je de massa hier, waardoor die in het midden zo'n deukje krijgt. Ja. Kijk maar eens goed naar je eigen werk als je bezig bent. Vaak op dat dikste deel, daar heb je net een heel klein tikje nodig. Want je gellak is natuurlijk ook een beetje zo, hè? Oké, nou. Mooie vorm, hè? Nou, we zien in ieder geval dat die goed ingepakt is. En dit kan ik straks gaan veilen. Of dat ga ik nu veilen als het uitgehard is. Dus eventjes uitharden, een minuutje. En dan gaan we door naar de volgende. Even denken of ik hier nog wat over heb. Ik heb dadelijk nog een resultaatje voor jullie. Dus dat leg ik er dadelijk bij. Even denken of ik iets vergeten ben, Pepijn. Nee, het is gewoon veilig. Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik zie wel dat Anja net het bericht krijgt dat ze geslaagd is voor de workshop van Aletta. Super, oh, gefeliciteerd. Was ook een hele leuke workshop, hè? Ik vind al die workshops heel erg leuk. En ook als ik op kantoor bezig ben en hier niet kan presenteren, dan kijk ik altijd stiekem mee om te kijken wat gebeurt er nou allemaal en wat wordt er allemaal gemaakt. En dan denk ik echt, oh, wat heerlijk allemaal. Ja, Annabel, op mijn opmerking over dat krimpen zegt, dat werkt niet bij ons. Nee, Annabel, helaas niet. Verder kregen we nog een heel lieve, leuke comment van Femke. Die had natuurlijk de vorige keer aangegeven dat ze het een beetje even een lastig momentje had. En daar heb ik toen wat tijd voor genomen. En het gaat over motivatie en het gaat eigenlijk over ons vak. En daar wil ik ook nog even op inhaken, zonder echt in detail de verschillende berichten voor te lezen. Maar het leuke van dit vak vind ik dat je creëert. Je creëert iets wat er niet is. En dat vaak bij mensen die juist dat heel erg waarderen wanneer het er wel is, die mooie nagel. Dus het is, ik vind het, ik snap dat je misschien af en toe kunt denken van, oh, nu moet het weer. Maar als je even de tijd ervoor neemt en echt geniet van dat, van ieder onderdeel van dat vak, dan hou je het net als ik 20 jaar vol. Ik hoop nog wel veel langer, want het is echt iedere keer weer geweldig. En ook als je dan kijkt naar bijvoorbeeld wat Cerise nu aan het maken is. Zo'n milkpaaldnagel. Nou, daar kun je toch helemaal je ei in kwijt. Ja. En dan, ik kan me ook wel voorstellen dat je daar dan ook nog een marmereffect overheen gaat schilderen. Heel erg dun, bijvoorbeeld met airnailsverf. En dan, nou ja, ik word gewoon helemaal... Komt er ook nog aan dadelijk. We gaan ook een beetje marmeren. Ja. Oké. Ik hou mijn mond voortaan. Nee. Nee hoor, dat mag jij best zeggen. Dat is wel leuk dat jij dat zegt. Want dat hoort ook een beetje hierbij, vind ik. Dus daarom. Nee, je hebt helemaal gelijk hoor, Pepijn. Oké, het veilen op een tip. Ook wel even een belangrijk dingetje. Zorg dat je nagel altijd leunt op je vinger. Mm-hmm. Maakt niet uit welke vinger. En wat ik dan doe, ik hou hem hier aan de bovenkant tegen waar het product zit. Ik zet mijn vel aan de zijkant en dan duw ik hem er eigenlijk overheen. En meer als dit doe ik eigenlijk niet. Omdat hij dan dus lekker stevig ligt. Dus je gaat niet helemaal voor hem veilen? Een heel klein beetje. Maar ik denk dat het nu het belangrijkste is dat je hem gewoon glad maakt. Klonk. Ja, en de vorm zit er al in, hè? Dus het is alleen nog even de bolling plat leggen. En dan kom je eigenlijk het is eigenlijk egaliseren. En je hoeft ook niet, net als bij een model, bij een klant, die bolling helemaal exact te leggen waar je bij een op schabloon gestileerde nagel zou neerleggen. Nee, hoeft niet. Nee, zeker niet. Je wil gewoon een voorbeeld hebben om straks aan je klanten te laten zien. Dat is het. En dat je kunt zeggen, kijk, dit heb ik ook. En kijk, dit kan ik jou ook aanbieden. En dat is dan misschien helemaal de bom. Ja, klopt inderdaad. Leuk hoor. En je kan het natuurlijk in een tipbox zetten, maar je kan hem ook gewoon aan een ring hangen. Je gebruikt 150 grit? Ik heb geen idee wat ik gebruik, Pepijn, want het lag hier in het laadje.
Oh, nou Gemma, ik kan je niet beantwoorden, maar meestal gebruikt Syriza 150 grit als ze aan het veilen is. Ik verwacht ook dat het een 150 grit is hoor. Zo voelt het wel eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Zo te horen wel, zo te voelen wel, dus dan is het ook zo. Ja, het klopt, het is 150 grit Pepijn. Je ziet dat ik echt van boven naar beneden vel en meer is het eigenlijk niet. Kelly, jij vraagt, moet dit op stiletto tips, want die heb je niet. Nee, dat is niet noodzakelijk, alleen dan moet je een wat kleinere versie ervan maken. En als je geen witte tips hebt, dat vraagt Mariska, kun je dan ook op transparante tips werken? Ja, jazeker, dat is geen probleem. Alleen dan moet je net wat meer die dekking daaronder krijgen, om dat contrast te krijgen. Ja. Maar dat, in het begin van deze live legt Syriza dat helemaal uit. Dus kun je even terugkijken. Nou, ik wil hem wel een beetje mooi hebben, dus ik haal die onderste randjes, maak ik ook even netjes. En dan is het al wel aardig. Kijk, je ziet dat hier wat product onder zit. Maar als jij hem gewoon in je tipbox hebt, dan zie je dat niet hoor. Natuurlijk mag je ook helemaal doorgaan totdat hij perfect is. Dat geeft niet. Maar ja, of jullie kijken naar mij hoe ik aan het veilen ben, of jullie gaan gewoon nog een extra design zien. Dus dit is een van de twee. Oké. En Nathalie, jij vraagt, ik heb alleen zwarte stiletto tips. Kan dit ook? Ja, dat kan. Ja hoor. Je kunt namelijk, en dat is het leuke, je kunt dit milkbath effect, zoals Syriza dat nu doet met dat wit en dat roze doen, maar je kunt dat natuurlijk met ieder verschillend product doen. Dus als je een zwarte basis hebt, zou je die eerst wit kunnen maken. Ja. Dat is natuurlijk een optie. Maar je zou dat dan ook bijvoorbeeld met transparant rood, of bijvoorbeeld donkerblauw en groen. Dus verschillende andere versies van, dan is het misschien niet meer een milkbath, maar dan is het meer een moerashorizon. Of misschien wel een olievlek op water waar je dan dingetjes onder verstopt, die je er dan zo half doorheen ziet en half wel, half niet. Dus ik zou gewoon echt helemaal losgaan. Ik zie het ook al helemaal in mijn hoofd, allerlei verschillende. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie inzetten. Ik zou het ook zeker doen. Even kijken, ik zocht net de borstel. Even kijken of die. Meestal ligt die altijd netjes klaar. Ja. Even een beetje. Natuurlijk gaan we straks ook even een screenshotje maken. Is de stofkwast weg? Ja. Oh, dat is gek. Ja, ik ben zo gewend dat hij hier gewoon ligt. Onze getrouwe stofkwast. We hebben onze stofkwast en die is ongeveer getrouwd met Syriza. Ja, ik haat stof en ik wil dat zo snel mogelijk weg. Wendy heeft altijd hele mooie manieren om... Ik zie een hele interessante vraag. Oh ja, ik zie hem al. Dat is namelijk deze. Ik ben erg aan het stuntelen met de plaklaag van de vijl. Hebben jullie hier nog een tip voor? Of plakken jullie hem? Dus het recht plakken, denk ik dat je bedoelt, Kelly. Het recht plakken van de strip op de vijl. Is dat wat je bedoelt? Want dan is de enige tip die ik voor je heb, dat een aantal keer doen. Ik heb het ook in het begin echt een aantal keer scheef geplakt. Dan zat hij er, dan ging ik hem plakken, dacht ik, hij is helemaal perfect. Ja. En dan tilde ik mijn handen op en dan dacht ik, Oei, ja. Maar ja. Ja, en dat velt dan echt niet lekker, want je mist dan een stukje grit van je vijl. Dus je moet hem er echt recht op. Ik kan het wel even voordoen hoor, even snel. Zo gebeurt het. Als je hem dus verkeerd plakt, dan kun je niet veilen. Dan kun je niet in de nagelriemen komen. Dat is echt heel erg vervelend. Ik plak er genoeg. Dus ik oefen wel. Het is ook even oefenen, dat klopt. Nou, je haalt hem er natuurlijk gewoon vanaf. Ik plak hem dan altijd aan de kant waar geen tekst staat, omdat ik het altijd leuk vind om magnetic te zien dan tussendoor. Dat ik denk van, wat was het ook alweer? Nou, wat ik doe, ik hou hem altijd aan de bovenkant vast en dan plak ik eerst deze twee stukjes op elkaar. Ja. Uiterste stukje. Zo. Die zet ik dan even vast en dan kijk ik eigenlijk eventjes of die goed zit. En als je hem scheef plakt, dan kom je hier in de knoei. Als je hem scheef plakt op deze manier, dan kun je dus met deze kant al niet meer veilen, want dan raakt hij het product niet meer. Dus dat, dan heb je echt, dat is echt vervelend. Ja, de Kelly bedoelde de plaklaag die achterblijft als je de stripper weer van afhaalt. Oh. Weet je waarom dat is, Kelly? Omdat je hem er te lang op laat zitten. Juist. Je moet hem eigenlijk meteen na gebruik ervan afhalen, want dan kun je hem er heel makkelijk van aftrekken en blijft er geen plak over. En ik las nog een interessante vraag. Die hygiënefeilen, is dat nou alleen voor klanten, niet als je op jezelf werkt of op je moeder? Nou, die hygiënefeilen hebben we natuurlijk ontwikkeld zodat je altijd met een nieuwe vijl en met een schone vijl kunt werken op je klanten. Maar ook op jezelf. Het leuke alleen om te benoemen is dat het papier van onze hygiënefeilen, dat is niet zomaar papier. Dat is niet heel goedkoop of papier. Nee, dat is het long-lasting papier wat je ook op onze long-lasting vijlen terugvindt. Dus de kwaliteit van het papier is supergoed. Alleen je plakt hem en je kunt hem verwijderen, omdat je dan bij iedere klant met een nieuwe vijl werkt en dus niet je vijlen hoeft te desinfecteren of per klant een vijlensetje hoeft aan te leggen. Dus in het gebruiksgemak ben je sneller, maar de kwaliteit van de vijl is nog steeds exact zoals je gewend bent van de long-lasting vijlen. En dat is gewoon echt topkwaliteit. Ja. Syriza. Ja. Nou, ik ben zover. Ik heb mijn nagel afgemaakt. Ik heb hem geveild. En ik ga hem nu lakken.
Deze nagels zijn ook heel erg leuk om in het mat te dragen. Dus wat ik besloten heb is om deze mat te lakken en dan mijn eigen resultaat, wat ik heb voorbereid, die zie je dan in het glanzen. Dus dan heb ik ze op allebei de manieren en dan kun je zelf kijken wat je zelf mooi vindt. Want dat is persoonlijk. Extreme mat altijd supergoed schudden. Altijd, als ik hem dadelijk weer neerzet en ik gebruik hem weer, schud ik hem toch alsnog. Gewoon aanleren. Het mooiste resultaat met je extreme mat is als je hem gewoon royaal lakt. Dus niet dik, maar royaal. Daar bedoel ik mee hem neerleggen. Ja. Eigenlijk deppend. Eigenlijk gaat mijn kwastje nu wat platter. Even kijken of ik geen druppel heb. Hij gaat eerst zo schuin en daarna gaat hij wat platter. En dan sleep ik eigenlijk de rest van de gel mee. Dus het is met een heel plat kwastje en daar uit komt het flesje. Het. Dit is wel echt zo'n momentje dat je denkt van, aha. Ja, dit is leuk, hè? Ja. Ja. Ja, want je ziet nu echt alles heel leuk liggen. Ja, eerst, je ziet eigenlijk niet zo goed wat je hebt gedaan voordat die afgelakt wordt, hè? Zo, en je ziet door te zweven over het product, trek ik ook eventueel nog wat deukjes uit het design. Kun je hem nog eventjes op zijn kop houden, zodat hij wat beter egaliseert? Ik zet mijn lamp vast aan en hij gaat onder de lamp. Ja, dan ga ik nog even terug naar de opmerking over de hygiënefeilen, de hygienic file system. Er wordt namelijk gevraagd, zijn die feilen nou dunner dan normale feilen? Nou, we hebben twee verschillende kernen. We hebben een plastic kern, die is net zo dik als de kern die je vindt in een normale long-lasting file. En we hebben de metalen kern, die is de helft zo dun. Dus die is echt heel erg dun. Vind je hem nou toch in je hand wat te dun voelen als je met een plastic vijl werkt, plastic kern werkt, dan komt dat omdat bij een normale vijl er in alle tweede kanten een vijlstrip zit. Dus dan zou je aan de andere kant ook een andere vijlstrip kunnen pakken, bijvoorbeeld een 180 en de andere kant de 100. Dat is een hele persoonlijke keuze. De metalen kern is met name super fijn als je hele rechte scherpe lijnen wil maken of juist bijvoorbeeld een lower arch wil vijlen, hè. En dan nog even terugkomen op Kelly, was dat geloof ik. Ja, over die vijlstrip. Hè. Weet je wat ik nou altijd aanraad om te doen als je met hygiënevijlen werkt? Plak altijd de strip in bijzijn van je klant op de vijl. Dan ziet je klant namelijk dat je met een nieuwe vijl gaat werken en dat het heel hygiënisch is. En haal het ook aan het eind van de behandeling in bijzijn van je klanten van af, want dan ziet ze ook dat je het weggooit. Dus dan benadruk je eigenlijk dat je heel erg hygiënisch werkt. En dan ziet die klant dat en dan vindt ze dat alleen maar heel erg fijn. Want hygiëne is niet alleen nu heel belangrijk, sowieso iets wat wel fijn is als je een salon bezoekt. Maar jij zit er altijd klaar voor. Ja, nee, ik zit gewoon naar jou te luisteren, want hygiënefeilen, ja, dat is ook wel weer een dingetje. Ik heb ook nog wel een hele leuke tip, want stel je voor, jij bent echt een acryler en jij bent gewend om hard te veilen. En je wil met powergel ineens gaan werken bijvoorbeeld, of overstappen op gel, dat kan. Dan zou ik je adviseren om toch echt de plastic can te nemen, want de metalen can, als jij daar druk op geeft, dan ga je overveilen, je product. Dus met de plastic can heb je iets meer vering en dan heb je dat veel minder. Dus daar moet je ook op letten, want dat is echt een verschil. Nou, ik heb hier de resultaten. Mat en glanzend. Nou, de matte is natuurlijk degene die ik net gemaakt heb. Cool. Je ziet dat die ook op een transparante tip is en die andere is op een natural tip, zie je dat? Ja. Oké, als ik hem omdraai. Oh, dat is handig, ja. Hier onderop heb ik een beetje nail plate extender gezet. Omdat die anders doorschijnt. Zie je het? Dus mijn product scheen door. Je zou natuurlijk ook helemaal wit kunnen maken, hè? Full color. Kan ook. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar je hebt iets eronder nodig. Dus bij deze. Wat je ook ziet, en daar hoef je niet van te schrikken op het moment dat je, dat je het product hebt uitgehaald. Je ziet dat de tip die ik net heb gemaakt niet zo wit is als de tip die ik eerder heb gemaakt. Nou, de gel, ik weet van de power gel sowieso, maar gel heeft de neiging om als die net uit de lamp is, toch nog een beetje van het wit af te zijn. Dat gaat over in een paar uur. In een paar uur is deze net zo wit als die. Zie je wel duidelijk het verschil, toch? Ja, zeker. Oké. Okay. Zeker, en goede tip van je. Nou, iedereen vindt hem prachtig hoor. Oh, goed, hartjes. Zo. Kan dit ook met gelpolish of zeg ik iets rechts, vraagt Sylvana? Nee hoor, dat kan. Nee, kan, Sylvana. Toen net vroeg iemand of het ook met fibercoat kan op de natuurlijke nagel. Dat kan ook. Alleen dan moet je natuurlijk wel heel dun werken, hè? Ja. Dat is wel een must. Heel mooi, Cerise, zegt Annabel. Hartjes, hartjes. Etty zegt wauw, wauw. Oh, Etty. En Jacqueline zegt mooi.
Ja, ik zie allemaal hartjes voorbij komen. Prachtig. Ja, je kunt het zeker ook met gel polish doen. En wat je kunt... Je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb natuurlijk net mijn power gel gebruikt om dat milkpad effect te geven. Maar je kunt ook zeggen, ik leg een druppeltje whitest white neer. Ik meng daar een beetje base en top doorheen bijvoorbeeld. En ik laat gewoon wat druppeltjes lopen op mijn nail art, op mijn inlay. En dan heb je ook datzelfde effect, zonder dat je dan te veel mee hoeft te bouwen. Dus dat is ook een idee natuurlijk. Je kan allerlei kanten uit. Nou, dan denk ik dat het tijd wordt voor het huiswerk. Er zijn al een aantal mensen die zeiden, oh, ik heb wel zin in dit huiswerk. Nou, ik zou ook zin hebben in het huiswerk. Dus, wat is het huiswerk, zodat jij je certificaat kan verdienen? Kijk mee. Het huiswerk is, maak 1 traditionele milkpaaldnagel en verstop minimaal 2 nail art items erin. En maak 2 gekleurde versies en stop daar ook weer 2 verschillende nail art items in. Je mag de opdracht maken op tips of in een technische nagel. De nagel dient dan wel 100% technisch te kloppen. Dus ik zeg het nog een keertje. Je maakt 1 traditionele milkpaaldnagel met 2 verschillende nailartjes erin verstopt. En je maakt 2 gekleurde milkpaaldnagels. Is een kleur met 2 verschillende nailartjes erin gemaakt. Je mag het huiswerk maken op tips of op je eigen nagels. Want dat is dan die technische nagel. Maar als je dat doet, moet natuurlijk die nagel wel helemaal perfect zijn, hè? Nail art is alleen mooi als de nagel 100% perfect is. En daar gaan we ook de feedback gaat over het milkpath gedeelte. Nou, wat moet je nou doen als je dat huiswerk hebt gemaakt? Nou, natuurlijk moet je step-by-step foto's maken. Hè. Ik zie soms dat mensen dat vergeten. Heel belangrijk. Je hebt een week de tijd voor het huiswerk, dus tot 17 februari. En je zendt dat in via die link, hè, dat album. En dat album heet Milkpath Nails. Als er nog verbeterpunten zijn, dan neemt de trainer contact met je op en krijg je nog een herkansing. Natuurlijk kun je ook altijd even contact opnemen via PB met de trainer in kwestie. Wat ik me realiseer is, misschien moeten we nog even terug naar de huiswerksheet, want dan kunnen we eventjes een je weet wel zo'n ding, screenshot. Een screenshot maken. Nou, dat is altijd handig. Maak maar even een screenshot, want het is behoorlijk klein geschreven. Dan kun je het altijd even terugkijken als je thuis bent. Ja, ik heb geen bril op, dus daar heb ik het aan. Hè. Nou, als je dat hebt gedaan, dan verdien je natuurlijk je certificaat. Hè. En dat is dan weer zo'n prachtig certificaat, maar je kunt ook dit keer een prijs winnen. En wat is die prijs? Kijk mee naar de afbeelding van de prijs. En dat zijn opale, chameleon flakes, special inlays, gold foil, confetti, een penseel, een ombre penseel zie ik, een flesje whitest white gel polish en shell sheets. En daar komt nog iets bij. Ja. Dat is pas net binnen en dat is vanaf maandag pas verkrijgbaar en dat is dit kleine doosje. En wat is dat kleine doosje? Wat zit erin? Cerise, wat zit er in dit hele leuke kleine doosje? Hoe leuk is die? En wat is het? Wat is het? Nou, je kunt het aan je broekriem dragen volgens mij. Nou, geweldig. Een ledlampje. Dus die ga ik straks gebruiken om tussendoor te flashcuren. Dat is toch helemaal leuk. Ja, en ook superhandig als je met de Cat Eye Top Gel bijvoorbeeld werkt. Ja, dan heb je hem gelijk. Dan kun je meteen, je bent bezig met je magneet. Hè, zo van, hij is perfect. Ja, hij is perfect. En pats. En het is hard. Nou, is dat niet handig? Of als je aan het nail arten bent, of je eigenaars, je bent leuk met rubber base een bolling aan het maken. Je houdt hem ondersteboven, je denkt hij is goed. Je pakt je lamp weer, en hij is hard. Nou, het is toch gewoon geweldig. Speel goed, maar dan voor nagelstylistes. Ja. Dan gaan we nog eventjes door, voordat we teruggaan naar jou, Theresa, met de rest van de e-workshops en de planning. Wat staat er aanstaande vrijdag op de planning? Dat is Mirjam Zwart en zij gaat Plastigel bloemen laten zien. Bloemen met plastigel. Ik heb ze natuurlijk met 3D-acryl gemaakt, maar Mirjam gaat dat laten zien met plastigel. Heb er ontzettend veel zin in. Nou, wat komt er dan nog meer? Het is een hele mond vol hoor, dus ik ga even adem. Maandag de 15e, Aletta Visser met glas-in-lood designs. Hele mooie glas-in-lood designs met een soort pigmenten erin. Een beetje erop, een beetje erin. Heel zacht en echt super handig voor in de salon. Alle designs van Aletta zijn super in de salon. Na Aletta is het dan de tijd voor Cheryl. En Cheryl gaat Simplicity Nail Art maken. Alleen de naam is al prachtig, hè? Simplicity Nail Art. Helemaal de trend van het moment. Minimalistisch. Ook heel mooi op shorties. Op vrijdag komen we dan bij Anjo. En Anjo gaat mixed nail art technieken gebruiken. Mixed media. Ja, Anjo werkt natuurlijk veel met air nails. Is ook bij mij, vroeger heeft ze de acryl design opleiding gedaan. De handpainting opleiding. Ze gaat alles door elkaar heen gebruiken. Wordt een feestje.
Op maandag is het dan de beurt aan Sylvana. En Sylvana gaat XXL strass designs maken. Dus dat worden libelles, dat worden draken, dat worden hele bouwwerken op de nagels. Of natuurlijk langere nagels, gewoon om eens even lekker te laten zien wat er allemaal wel niet kan met nail art. Dan op woensdag Michelle Taribuca met de Extreme Nail. Zij gaat dan een hele extreme nagel laten zien. En ja, over Michelle gesproken. Volgende week woensdag, dinsdag, aanstaande dinsdag natuurlijk, op 16 februari gaan we die show van afgelopen maandag herhalen of inhalen. Maar daar vertel ik straks nog wel een keertje over buiten de planning. Nou, na Michelle's Extreme Nagel is het dan vrijdag 26 februari Jessica en die gaat Enchanted Stamping Nail Art maken. Dus stempelen met de Enchanted Color Gels, gewoon sprookjesachtig mooi stempelen. En dat brengt ons dan bij de laatste in de rij en dat is Gino. Gino gaat one-stroke technieken doen. Op maandag 1 maart gaat hij zijn one-stroke technieken laten zien hoe je met één techniek heel veel verschillende soorten bloemen en designs kunt maken. Dus het is een hele volle planning met heel veel hele leuke workshops. Aanstaande volgende week hebben we dus op maandag een workshop, maar dus ook op dinsdag. Hè? Want dan gaat Michelle Taribuca gaat haar tipbox wedstrijd uitleg doen. Een workshop waar ik heel veel zin in heb, en jullie ook, want ik heb dat gezien in de comments en op Facebook. En dat kon natuurlijk afgelopen maandag niet door het weer, maar dat gaat dus aanstaande dinsdag, wordt dat ingehaald. Dus ja, veel te doen, veel te maken, veel te creëren. En ik moet nu even ademhalen, dus we gaan even naar de Gel Polish Commercial. Ja, ik lees in de comments of we ergens een overzichtje kunnen krijgen van de verschillende producten die zijn gebruikt. Daarvoor kun je naar de website gaan. En dat bedoel je dan? Ja, dat is www.nailtalklife.nl. Dus www.nailtalklife.nl, daar kun je alle lijsten vinden van alle producten die zijn gebruikt. En daar kun je dus, en van alle komende workshops ook. Patricia merkt op over die wedstrijd, krijgen we daar 2 weken de tijd voor? Nee, dan krijg je meer, langer de tijd voor. Maar dat wordt volgende week allemaal duidelijk. We gaan terug naar jou, want ik ben benieuwd wat er nu gaat spitteren, spetteren, spateren, lekker in dat water. Ah, Alfred J. Kwak, wat leuk. Jeugdsentiment. Nou ja, ik heb nog wat meer designs natuurlijk voor jullie. Ik ga nu een voorkover design maken. Ik leg ook wel weer de tips en tricks uit voor als je dit natuurlijk op op een natuurlijke nagel gaat doen of een echte kunstnagel. Laat ik het zo zeggen. Ik ga alleen maar wit gebruiken. Het design wordt best wel wit. Ook wel weer leuk te dragen in combinatie met een babyboom hoor, vind ik. Maar je kunt dit design bijvoorbeeld ook zo maken zoals ik net heb gemaakt. Het is gewoon net weer eventjes een andere manier van spulletjes neerleggen. Ik heb een hele leuke comment voor je, Cerise. Ja? Ik ga het even voorlezen van Serena. Serisa, ik was al verslaafd aan jouw colorblocking en je uitleg ervan, maar dit wordt nog een verslaving erbij. Oh, wat leuk. Ik weet niet, wordt gewoon altijd super gemotiveerd van jou. Thanks. Toppertje. Oh. Ja, ik ken het gevoel. Oh, wat ik ken lief. Het gevoel. Nou, dat is toch wel heel lief, hè? Nou, dat was ook echt, dat soort dingen zijn echt motivatie om dan toch de snelweg op te gaan in de sneeuw. Nee, heel lief. Dank je wel. Oké, ik heb hier een bolletje wit neergelegd. Nou, dat bolletje wit ga ik hier neerleggen zoals ik dat daarnet heb gedaan met een nude. Dus ik duw hem alvast wel goed aan. Ik heb hem al gebufft van tevoren. Nou, zorg dat je dekking hebt hier zo. Dit is natuurlijk echt een kwestie van een beetje bouwen. Maar ik heb ook weer een beetje schuine blend nodig. Mm-hmm. Dus ik ga hem eigenlijk vanaf hier op deze manier blenden. Ja, dus dit gedeelte ligt hier gewoon even dik. En vanaf hier blend ik hem dan. Hoeft niet schuin, mag ook recht. Zo, maar ik leg die blend hier neer. Dus ik duw hem hier even plat.
Nou, datzelfde geldt weer ook voor een... als je op een echte nagel werkt. En ik ga hem even flash curen. Zo'n secondetje of... Kijk er fijn aan. 15, 20. Hij is al goed. Ja, dus dat is voldoende. Een paar seconden. Moet je natuurlijk wel zorgen dat je geen gel in de buurt hebt staan. Hè? Oh, zeker. Potjes, ja, heel of flesjes goed. Of zo. Hè? Ik zeg het er even bij. Goed, als je dat dan doet, ook als je vanuit een palet werkt, met liner gel bijvoorbeeld, zorg dan dat het palet hier ligt. En hier ga je tjoek tjoek. Wow. Tjoek tjoek. Ja, tjoek tjoek. Dat is dan even dat cure. Hè? Echt, hè? Oké. Okay. Het tweede bolletje wil ik onderaan hebben, maar daarvoor leg ik hem hier neer. Want power gel beweeg ik altijd van boven naar beneden. Ik duw hem hier weg. Waarschijnlijk iets te veel product, maar dat geeft niet. Ik duw hem hier dus van zijn plek af, waardoor die hier eigenlijk minimaal ligt. En ik zorg voor een gebouwd gedeelte op de punt. Dus wat je te veel hebt, neem je er gewoon af, als dat lukt. Vast wel. Gedeeld is een schone zaak. Zo, dus ik heb ook wat hoogteverschil nu. Hè, op de punt heb ik gewoon gebouwd. Wil ik eigenlijk straks niks meer neerleggen. Dat is eigenlijk dus je effect komt nu in het midden van de nagel? Ja, dat komt in het midden te liggen. Dus daar hou ik ruimte. En voor het volgende wat ik ga doen, moet je ook echt zorgen dat er hier dus ook zo goed als niks ligt. Zo. Ja, Elvira merkt nog op dat je ook je penselen niet in de buurt hebt moeten hebben liggen als je met dat lampje werkt. Inderdaad, een goeie. Toen ik mijn live deed, een paar weken geleden, had ik gewoon mijn hele tray met mijn gelpenselen voor de lamp neergezet. Ja, dat was echt heel slim, want ik ging heel leuk bouillons gemengd met topgel leuk aanbrengen, maar dat penseel was zo hard als een tandenstoker. Jammer. Maar goed, je ziet, het kan iedereen gebeuren, hè? Want ik zeg het vaak tegen de trainers, dan doe ik het zelf, ja. Ja. Maar goed, we gaan even kijken wat je nu gaat doen. Zelf want het is wel heel leuk. Ja, dit wordt echt heel leuk. Nou, ik ga weer naar mijn base en top. Base en top is echt je beste vriendje als je dit soort designs gaat maken. Want dat is je plakband, hè. Dus die heb ik altijd in de buurt. Nou, dat middelste gedeelte, daar ga ik wat base en top neerleggen. Genoeg. Niet te dun werken. Een klein haartje. Ja. Zo, dus ik vul eigenlijk dat gootje op met base en top. En een klein druppeltje base en top op mijn palet. Zodat ik mijn... Zodat een gelukkig paletje. Je wordt toch gelukkig als je naar het paletje kijkt. Ja, leuk hè. Opals zijn echt zo vreselijk mooi. En ja, wie weet, als ze nou gewoon massaal gekocht worden, dat er dan wel nog meer kleuren komen. You never know. Prachtig. Hier doen we bezig aan top. Maak mijn penseeltje een beetje plakkerig mee. En ik ga die opals pakken. Ik wou eerst het paars pakken, maar uiteindelijk heb ik me bedacht en heb ik het turquoise genomen. En die leg ik neer op het midden. Dit is ook de reden waarom ik ook genoeg base en top heb neergelegd. Want opaaltjes vrij, zijn best zwaar. Ja. En die moeten echt even ergens in kunnen verzinken om op zijn plek te blijven liggen. Nou, dit is even een beetje een priegelwerkje, maar dat geeft niets. Best wel veel voor jou doen, hè? Ja. Ja, dat hoort ook wel een beetje bij het design. Maar voor mijn doen inderdaad is het veel. Ja, voor de mensen die vaak kijken, die weten dat Cerise dan bijvoorbeeld twee stukjes paal neerlegt. Ja, juist. Klopt. Dat gaat ook echt wel aan mijn hart, hoor. Dat ik denk, oh, weet je het zeker? Zo, en dan kan je een beetje leuk verdelen eigenlijk. Eigenlijk is dit best wel lastig om op een tip te maken, omdat je ze natuurlijk nooit zo ver naar binnen krijgt. Als je dat bij een echte nagel zou doen natuurlijk. Want als je dit op een echte nagel doet, dan leg je hem eigenlijk helemaal neer op de transparante verlenging bijvoorbeeld. En dan krijg je je hele bolling van nagel er nog op. Dus dan heb je hem net iets beter ingepakt, maar het kan wel hoor, op een tip. Nou. En blijf op je plek. Oké. Ik laat hem zo. En ik ga hem even flash curen. Ja, dat gaat met base en top natuurlijk altijd net even wat sneller, omdat het een transparant product is. Nou, voor de andere kant. Dus voor mij ook nog even een beetje aanvoelen hoe lang je nou precies nodig hebt. Maar het is het belangrijkste dat ze vastzitten en dat ze zitten nu vast. Oké, dan ga ik door weer met mijn wit. Want nu ga ik er een milkpad effect aan geven.
En nou ja, hoe je je opals neerlegt of wat dan ook, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Je kan ook bijvoorbeeld een cirkel in het midden maken en daar omheen dat milkpad effect gaan creëren. Dat kan. Dus ik gebruik weer een beetje whitest white. Power Joe White. En die leg ik neer op de bolling. Want als je goed kijkt, dan zie je dat ik echt wel een inhammetje heb hier. Die wil ik vullen. Dus ik ga hier mijn bolletje neerleggen. Mm-hmm. Zodat ik hem vanaf daar dus die richting uit kan trekken. En dan heb ik ongeveer al een bolling, snap je? Ja. Oké, ik doe hem hier plat aan. Zo. Ik ben wel heel benieuwd wat je nu gaat doen hoor, eigenlijk. Ja. Nou, ik ga eigenlijk hetzelfde doen als wat ik net deed. Maar is dat niet lastig om dat dan over die steentjes heen te doen, zeg maar? Ik trek hem er natuurlijk niet helemaal overheen, hè. En zoals je net hebt gezien, ik duw echt een beetje, zeg maar, dat melk, dat ligt daar dan zo half overheen. Het heeft wel iets weg dan van een soort geode. Ja, nou inderdaad. Ja, daar lijkt het ook allemaal een beetje op. Inderdaad, daarvoor is het leuk als je hem ook inderdaad in het midden zou plaatsen met verschillende kleuren. Zou ook heel tof zijn. Zo, maar ik verstop hem dus daaronder. Beetje, hè? Niet alles. En als je denkt, oh, mijn opals liggen nou te ver naar onderen, dan wrijf maar een beetje eroverheen en dan komen ze weer tevoorschijn. Nou, ik heb een klein beetje meer bolling gecreëerd, zie je dat? Ja, dus hij wordt gladder. Heb ik dichtgelegd. Dit ga ik weer even flash curen, gewoon voor de zekerheid, dat ik het niet verplaats. Ik ben altijd wel weg ervan als ik denk van, oké, het ligt op zijn plek, even vastzetten. Dat hoeft natuurlijk niet speciaal, maar ik heb altijd alles liever veilig. Oké, en nu het stukje daaronder ga ik eigenlijk hetzelfde mee doen. Ja, je kunt hier natuurlijk alle producten voor gebruiken, hè. Het hoeft niet speciaal opals te zijn. Je kunt Magnetic heeft echt geweldige inlayproducten. Echt een scala aan inlayproducten de afgelopen periode. Nieuw erbij. En daar zitten ook heel veel leuke producten in die je hiervoor kunt gebruiken. Ook de grovere delen kun je hier heel leuk voor gebruiken. Oké, nu moet ik mijn power gel naar boven bewegen. Daar ben ik niet zo fan van, maar ik doe het toch. Ik ga er dan niet voor kiezen om hem hierboven neer te leggen en hem dan schoon te duwen. Nee, want dan duw je hem eigenlijk midden in die opaal. Ja, vind ik zonde. Ja. Dus ik kies er echt voor om met mijn penseel dan bovenhands te werken en hem daar net iets overheen te trekken, dat je dit een beetje hebt. En ik smeer hem hier eigenlijk weer af naar beneden, wat ik niet nodig heb. Oké. Nou, even glad leggen. Ja, dan kun je vanaf de zijkant kijken of die al een beetje op vorm komt. Nou ja, en je ziet dat aardig is gelukt. Op een echte nagel is dat natuurlijk veel makkelijker. En ben je nu wel heel bewust al bezig met het wit om echt wel de nagel te bouwen. Dus daar moet je wel goed erg in houden. In tegenstelling tot de nagel hiervoor, waar we meer aan het spelen waren, moeten we nu dus echt zeg maar al een bolling gaan bouwen voor de stevigheid. Even flashcure. Over dat flashcure zegt Jacqueline zojuist in de comments. Dan kun je ook je vingers eronder houden. Dan gaat het licht op je vingers in plaats van de tafel. Ja, alleen dat zou ik dus altijd vergeten. Nou ja, op een gegeven moment zou ik het dan niet meer vergeten. Maar heeft het me wel een aantal potten gel gekost. Ik ken mezelf een beetje. Ja. Demi zegt, jullie hebben geen droogbloemen volgens mij. Is ook zo leuk erin. Ja, dat zeiden we eerder ook al. Droogbloemetjes is inderdaad heel erg leuk. Dat was 15 jaar geleden gebruikten we die droogbloemetjes. Ja. Debbie zegt, wow, dit gaat echt veel lekkerder met acryl. Nou, ik denk dat als je een acryler bent, dat het ook echt zo is. Foto's moet je niet vergeten, zegt Gemma. Dus ja. Wat gaan we nu doen? Want ik zie nu nog een soort een lijn. Ja, het ziet er een beetje gek uit misschien nog. Nou ja, het komt vast goed, maar ik kan het me nog niet helemaal visualiseren. Ja, het is nu inderdaad een lijn wat je ziet. Ja, dat is het ook gewoon, maar dat geeft niet. Kijk, je ziet nu wat belangrijk is dat in die tussen die opals in gebeurt eigenlijk niks. Er zit niks. Dus dat wil ik wel even opvullen. Nee, en een deel heb je überhaupt niet geraakt, hè, met de witte power gel. Nee, ik heb echt het middelste gedeelte van die strook, zeg maar, heb ik echt vrijgelaten. En daar wil ik echt alleen maar transparant in hebben. In dit geval is het zo'n klein stukje dat ik hem net zo goed ook met
met bijvoorbeeld een bezemtop of een building base gewoon even dicht kan leggen. Of een rubber base natuurlijk. Ik leg er een klein beetje power gel op. Hop, topje schiet los, gaat dicht. En die duw ik plat hier tussenin. Zo. Als je dit natuurlijk op een echte nagel maakt, dan kun je veel meer oppervlakte met de opals pakken natuurlijk. Hè? Omdat je dan gewoon meer diepte hebt in die nagel om op te werken. Dus dan kun je hem veel langer neerleggen. Ik zie van Wendy Baart van Wensnagels de vraag, komen er nog nieuwe kleuren uit of worden deze uitgesteld? Ik heb een aantal leuke dingen in de planning voor maart. Dus wacht op maart, want dan komen er hele leuke dingetjes. Trust me. Dus je bent mooi aan het glad maken. Ja, ik ben even aan het kijken waar ik bijvoorbeeld nog een hobbeltje heb zitten. En dat probeer ik allemaal even zo glad mogelijk te maken. Zodat ik dadelijk niet zoveel hoef te veilen. Je kan wel zeggen, ja, zoveel product is niet nodig. Maar als je nu kijkt vanaf de zijkant. Ja. Zie je dat stukje waar ik die gel neer heb gelegd? Daar zag je net een soort van deukje. Wat gaat betekenen dat ik hier doorheen moet gaan veilen straks. Om dat glad te krijgen. Zie je wat ik bedoel? Dus hier leg ik nog een beetje power gel neer, zodat ik hem er overheen kan trekken, dat ik eigenlijk gewoon al een glad gedeelte heb. Zo. Kelly die vraagt, als ik de stiletto tips wil bestellen, welke kan ze dan het best nemen? De clear, de natural, de zwart, wat zou jij de meest universele vinden? Dan zou ik toch gaan voor natural. Dat doe ik de laatste tijd ook. Voorheen had ik altijd zoiets van, ik wil dat glas graag hebben. Want ik vind dat leuk als dat aan een ring hangt, dat het dan mooi transparant is. Maar ja, ik merk dat ik toch nu steeds veel vaker eigenlijk het tipje helemaal los maak, los knip. En dat ik het dan in mijn box doe, in mijn nail art box, om te showen. En dan zie je eigenlijk helemaal niet meer wat voor kleur er op de ondergrond zit. Dus is natural eigenlijk het meest makkelijk. Het meest zoals een natuurlijke nagel eruit ziet. Ja, dus natural, zeker weten. Corrie Oerleman zegt, sorry, ik ga weer Netflix kijken. Ik ben tenslotte geen nagelstyliste meer, maar het was geweldig om jullie te zien. Techniek gaat vooruit. Dat is mijn moeder. Oh, ja, ja. Ik dacht al, ik noem het eventjes, want ja, anders geweldig. Is het zo van, ja, dat is wel jammer dat je dan Netflix gaat kijken. Ja, maar je hebt een mooie dochter om naar te kijken. Ja, ze zit volgens mij al een half uur te kijken. En die denkt gewoon, ik ga gewoon lekker Netflixen. Ik zie ze de hele week, ik zie ze steeds al voorbij komen. Zit ze weer op de koffie, zit ze weer op de thee. En dan zeg ik, ma, je gaat wel kijken. Maar je moeder was vroeger nagelstylist, ja, hè? Ja, ja, ja. Die kent jou ook nog wel, hè? Weet je nog? Ja, van aan de demotafel, ja. Hè? Oké, nou, ik heb het tipje nu klaar. Ik ga hem veilen. Weer de zijkanten meepakken. Vinger eventjes eronder houden en er glad overheen eventjes om te zorgen dat het glad wordt. En mocht je de steentjes raken, de opals, helemaal niet erg. Je moet wel even uitkijken, want soms dan komt zo'n opaltje ook wel eens los. Als je een gaatje krijgt, is niet erg, maar vul hem daarna wel even op met een beetje bezemtop of een beetje een dunne topgel, dan heb je hem gerepareerd. Ja. Als je hem anders aflakt, dan blijft dat deukje zitten. Dus repareer hem even. Haal een buffertje eroverheen en dan... Gemma vraagt, moet het op stiletto tips? Nee hoor Gemma, je kunt het ook op andere tips doen. Alleen moet je dan wel de verhouding een beetje aanpassen. En je hebt clear tips. Kan ik ze onder de tip wit lakken om de transparantie weg te krijgen? Ja, dat kan. Ja. Je kunt natuurlijk aan de achterkant van de tips wit lakken of als eerste laagje. Kan dat natuurlijk ook, Gemma. Corrie zegt ook dat, zo fijn om mijn kind weer te zien. Is ook niet elke dag met een kusje. Oh, niet zo vaak als we zouden willen, hè? En ik wil toch ook nog even reageren op het berichtje van Mariska. Mariska, jij zegt, het is moeilijk nu met corona en je hebt zelfs je paard moeten verkopen. Oh. Corona sucks. Het komt wel goed, vind je rust en ga genieten, vrouw. Nou, ik denk dat het voor ons allemaal geldt. Ja. Dat we het positieve geloof moeten hebben in een gelukkiger, betere toekomst. Er is licht aan het eind van de tunnel. En we hopen natuurlijk dat we in maart weer open kunnen gaan. Maar het treft ons allemaal inderdaad. En dat geeft ook wel een gevoel van samenheid, moet ik zeggen, terugkijkend op het laatste jaar. Ja. Na alles wat we ook hier hebben gedaan met mijn collega's en alles om bezig te blijven met ons vak.
Maar het raakt ons inderdaad allemaal. En dan is het soms moeilijk om die positiviteit terug te vinden. Hoewel het dan zo'n dag is als vandaag. Het is zonnig, het is helemaal wit buiten. Ja. Wel koud, maar wel met een mooie zon. En dan kijken we naar elkaar. En dan is dat toch wel... toch genieten we dan van ook die hele kleine dingen. Zeker maar heel veel sterkte. Even kijken. Kan je ook in de Nail Art Box je Power Gel bewaren? Of moet dat in de speciale potjes bewaard worden? Oh nee, ja, de Nail Art Box is natuurlijk een showbox. Misschien dat ze daarmee een beetje... Misschien dat ze dacht dat het een doos was. Dat zou kunnen misschien. Nee, maar Jolene, je moet gewoon je Power Gel in je tube of je pot laten als hij nog vloeibaar is. Daarna, als hij is uitgehard, kun je hem natuurlijk op iedere manier tentoonstellen die jij graag wilt. Nou, en 2 maart België open, hoor ik, zegt Petra in de comments. Nou, dat is alleen heel heel erg mooi. We gaan kijken naar wat dan nu, want is dit het nu? Ja, dit is het nu. Let maar op, het ziet er echt heel tof uit. En combineer met een set babyboomnagels, wel echt heel mooi. Allereerst eventjes om jullie te laten zien, dit is niet een design wat je mat moet maken. Want je ziet er echt totaal helemaal niks van. Wat heel leuk is met dit design, is het inderdaad ook op een kortere tip te doen. Zodat je iets minder wit hebt. Of als je een design maakt zoals dit, dat je er lekker een paar stenen op zet. Ja, ik zeg dat. Nou, ik ga er... genoeg top jou op aanbrengen. Hij zit met zijn neus in het beeld. Ja, want ik heb mijn bril niet op, dus ik moet even goed kijken. Oh, het is wel heel cute, hè? Ja, het is echt heel erg leuk. Het verdwijnt gewoon in het niks. Het is een heel leuk effect, inderdaad. Ja, het zou ook wel leuk zijn als hij dan ook nog naar rechtsboven zou slingeren. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar zoals ik al zei, hoe verder ik omhoog kom op die tip, hoe boller die is, hoe eerder ik de opals eruit vuil. Leuk. Dus dan zou ik hem heel hoog op moeten bouwen. En dat is echt zonde van je product. Dus hij geeft echt een superleuk effect. Hier ligt dat Milky echt overheen. Ik heb natuurlijk een leuk strassteen, Milky strassstenen bij de cuticle. Had ik ook bij me. Ik denk, nou, mocht hoe het leuk eventueel... Is dat? Ja, klopt. Ik heb ze ook bij me, dat zijn deze. Dus misschien voor jullie. Oh, ja, daar kom ik zo direct op terug bij Jolien. Eerst even die strassteentjes kijken. Ja, die staan daar, staan daar heel hoe erg leuk is bij. Dat? Die blauwe en dan die witte gecombineerd bij de nagelriem. En dan leuk wat zilveren bouillons erbij. Ja, ik had het helemaal gemaakt. Ik ga het plaatsen als ik thuis kom. Oh, dat is wat je bedoelde toen we ons voorbereiden. Ja. En hier, ik heb voor jullie nog een kwatsch design. Als de tijd het toelaat, dat denk ik wel. Het is een snel design. En daar is dat roze ook heel leuk bij, maar dat ga ik jullie straks laten zien. Maar dat milky effect is echt super tof sowieso bij een babyboomnagel. En vooral als je hem dan ook in kleur creëert. Marja zegt, dit kan ook heel mooi bij bruidjes. Ja, helemaal mee eens, Marja. Ik ben er leuk met die strassteentjes, hè? Bij de cruikel. Oh, nee, ik zie het al helemaal goed. Ja, hè? Bijna reden om te trouwen. Nou, weer te trouwen. Laat zien, nog één keertje. Ik ga weer even met mijn neus erop. Leuk. Leuk, hè? Ja, mijn favoriet is de blauwe. Ja, ik denk ook, laat het maar met blauw doen. Die paarsen zijn ook heel leuk. Daar heb ik nog wat extra broken glass bij gedaan. Ik had thuis alleen een beetje het idee dat het niet echt opviel. Dus vandaar dat ik het nu heb weggelaten. Ik dacht, ja. Maar ja, als ik ze nu naast elkaar hou, zie ik toch wel verschil. Je ziet ook wel weer het kleurverschil, hè? Dat... voor jullie is dat ook wel rechts, hè? Ja. Dat toch wel weer witter is, omdat die bij is gekomen. Hè, weer de kleur, dus dat is heel normaal. Na een paar uurtjes is deze ook zo wit. Dus ook een heel leuk product dus om te gebruiken voor een milkpadnagel. Omdat ook, dat doet weer dit. Dus daar krijg je dat leuke effect weer heel makkelijk mee. Ja, dan kom ik nog eventjes terug op die vraag van Jolene over dat bewaren van die power gel. Hè. Je bedoelt, als het is gemixt met bijvoorbeeld een glitter, als je dan je power gel nog wil gaan hergebruiken, dus een andere keer wil gebruiken, dan moet je er echt voor zorgen dat je een lichtdicht potje hebt. Dus een potje waar geen licht doorheen kan komen. Daarvoor hebben we speciale mix jars, die kun je daarvoor gebruiken. Een lege pot die je bijvoorbeeld gebruikt om te mixen, maar er mag echt geen licht bij komen, anders gaat het uitharden. Dus daar moet je voor opletten. En ook zeker niet het lampje erop zetten, want dan hard het er zo uit. Eens even kijken. Nou, dan we zijn nog maar een uur en een kwartier bezig. Misschien. Ja, ik heb nog wel dingen op bij me, hè, wat ik graag wil laten zien. Ik ben blij toe. Ja, maar zou het misschien leuk zijn, want jij gaat nu eerst een laagje nude aanbrengen of extender? Ik ga weer een andere versie maken. En dat kan ik nu alvast wel doen, hoor. Dat kan ik jullie daar gewoon laten zien als het af is, Pepijn. Dus. Want dan heb ik een aantal winnaars.
Want we hebben natuurlijk dit keer twee rondes met winnaars. Omdat we afgelopen maandag dus niet live konden. Hè? Want ja, maar we gaan wel iedere week. Later hebben we natuurlijk drie verschillende winnaars. Dus we hebben er nu twee. Nou, de eerste, dat zijn de winnaars van de challenge van Gino. En wat moet ik zeggen? Ik heb prachtige inzendingen gezien. Ik heb echt zulke mooie juwelen, vintage juwelen met prachtige parels gezien. Het was echt geweldig. Het was voor Gino natuurlijk ook wel lastig om de eerste keer zijn winnaars te kiezen. Hè? Want het is altijd wel, ja, dat voelt altijd een beetje, het is heel leuk om dat te doen. Maar het is ook een soort van, ik wou dat iedereen kon winnen. Dat vinden wij natuurlijk zelf ook, hè. Want ja, het is, maar goed. Wie zijn de winnaars van de challenge van Gino? Laten we gaan kijken. Dat zijn Daphne Schenk, met deze prachtige gedetailleerde designs. Echt heel erg mooi. Gefeliciteerd, Daphne. Van harte gefeliciteerd. Miranda Krijns, met deze hele mooie inzendingen. Met die bloemen, een beetje dat donkere ook aan het kantpatroon. Van harte gefeliciteerd, Miranda. En tenslotte Leonique, met deze pracht. Ik zie een corset, ik zie zelfs een hele bijna prima ballerina staan op de nagel. Ah, mooi. Een doorlopend kantpatroon, spitsen. Nou, het is echt gewoon geweldig, Leonique. Super gefeliciteerd, alle drie, met jullie prachtige prijs. En wat is die prijs dan? Laten we kijken, dit hebben jullie gewonnen. Dat is dit pakket met de verschillende onderdelen. Polish remover, extreme mat, gel polish, witte neksnagellak, de polish corrector, de master detailer, de schraper en de stempel en natuurlijk paint en een stempelplaat. Dit pakket komt jullie kant op. Het enige wat jullie moeten doen is even een mailtje sturen naar info@neiltalklife.com. Met je gegevens onder vermelding van dat jij de winnaar bent van de challenge van Gino. En dan krijg je in de loop van de week je pakket toegestuurd. Dus van harte gefeliciteerd daarmee. Toen hadden we natuurlijk nog een challenge. En het was net zo lastig, want voor Aletta was het ook de eerste keer om winnaars uit te zoeken. Nou, die is er vandaag ook de hele tijd met Wendy mee bezig geweest. Oh, wat moet ik nou doen? Maar uiteindelijk heeft ze haar winnaars gekozen. Het was een hele leuke workshop. En dit zijn de winnaars van Aletta's challenge. De eerste is Elise Kramer met deze hele mooie inzending met een poesje met druppeltjes. Heel mooi gedaan, allemaal heel vrolijk. Vooral die linker heel vrolijk. Van harte gefeliciteerd, Elise. Dan hebben we nog Sophie de Pauw met haar prachtige inzendingen, veel inzendingen. Heel mooi gedaan, van harte gefeliciteerd, Sophie. En we hebben Jessica Moreel met haar inzending. Ik zie dat mondje ook weer, ik zie die hele mooie glans met die cat eye erbij. Van harte gefeliciteerd, Jessica. Dus alle drie van harte gefeliciteerd met jullie prijs. En ook nu geldt, wat was die prijs ook alweer? Laten we kijken. We zien hem hier, die silicone shapers, stempelplaten, chrome, colorful chromes. We hebben natuurlijk de zwarte next nagellak en de transparante stempel. Dus gewoon, kortom, je bent klaar om bij al jouw klanten te stempelen. Ook jullie moeten natuurlijk jullie gegevens even sturen naar info@neiltalklife.com. Ik verwacht een balk, jij is er. Tadam, tadam. info@neiltalklife.com onder vermelding van winnares Aletta. Ha, het lijkt wel de Prijsje Rijksshow. Heftig, hè? Heerlijk, heerlijk. Voor ons lastig om winnaars te kiezen, maar wel ontzettend leuk dat jullie zo hebben meegedaan met prachtige inzendingen. Echt ontzettend tof. Ik denk dat het tijd wordt om even terug te gaan naar Syriza, omdat mensen vragen ook in de comments, wat is nou die gekleurde milkpaaldnagel? En Wendy antwoordt steeds in de comments, nou, dat komt zo. Hmm. Dus gaat dat nu komen? Ja, die komt eraan. In de tussentijd heb ik mijn spullen allemaal bij elkaar gezocht en mijn voorbereiding niet gedaan. Maar dat geeft niet, want ik kan jullie meekijken. Ik ben een French aan het maken. Hoeft niet, hè, maar dat mag wel. Ik vind dat ook net als daarnet wel weer leuk, omdat een Colourpop natuurlijk ook echt wel een heel groot deel is. En ik vind de full versie vind ik dan net even een beetje te veel. Dus nou ja, heel erg leuk, zeker om je huiswerk in te leveren, op deze manier te doen. Dus ik maak een Frenchje. Niet te lang, want ik wil het meest van de lengte toch wel gewoon hebben om een design op te zetten. Die ga ik wel even vol uithouden. Stel je voor dat dit aan de bovenkant nou een beetje doorschijnt. Om echt een dekkend nagelbed te krijgen, moet je best wel wat nude neerleggen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga dadelijk, als het nodig is, kan ik altijd nog een beetje donkere kleur onderaan de tip lakken. Of een beetje huidskleur gel polish, zodat hij alsnog een beetje dekt. Dus ik ga hem niet dik opbouwen. Maar ik vind het leuk om jullie even te laten zien dat je hem dus zowel vol color kan doen als...
als een beetje op een babyboom manier, maar ook in een French, dat dan heel erg leuk is. Dus daar kun je dan ook een beetje mee spelen. Ik hoop dat jullie meer dan 3 designs gaan maken eigenlijk. Nou, als het uitgehard is, dan kunnen we het nagelbedje een klein beetje veilen. Ik ga hem niet uitgebreid veilen, ik ga hem gewoon net even wat netter maken. Want dan wil ik niet dat daar de nadruk op ligt. En nogmaals, als jullie je huiswerk willen maken, ook met een French reverse, wil ik wel dat die echt wel strak is. Ik ben heel erg streng. En ik vind gewoon dat als ik jullie design zie, dat ik echt kan zeggen, ja, je hebt dat echt super gedaan. Dus als dat niet zo is, dan ga ik jullie verder op weg helpen. Dat is geen probleem natuurlijk. Maar maak er niet al te veel werk van. En maak hem vooral ook niet te lang. Dat zou zonde zijn van de ruimte die je hebt op je tip voor je design. Nou, dus dan is die een beetje semi-technisch nu, hè, op deze manier. Dat was die babyboom nu ook. Dus als je de full cover doet, dan ga je eigenlijk op safe. Ik ga hem aan de bovenkant niet veilen. Ik heb hem net even wat strakker gemaakt. That's it. Als je een French wil maken, ik ga zwart gebruiken. Omdat ik dat gewoon ja, heel tof vind. In dit effect, maar je kunt natuurlijk ook allerlei andere kleuren gebruiken. Ik heb hier bij me, natuurlijk, en hij is ook nog van de vorige demo, het zwart. En dit is de Power Gel gemengd. Dit is zo'n mixed jar, hè? Ja, dit is een mixed jar trouwens, inderdaad. Ja, ja. En, ja, dat ik is heb van je color blocking? Ja. Ja, ik bewaar mijn kleuren altijd. Ik heb natuurlijk op die dag 2 keer gemengd om jullie te laten zien hoe ik dat deed. En dat gaf mij in principe zoveel product dat ik dacht, nou, dat ga ik gewoon apart houden. En omdat ik nu weet ik dat die goed is, ik mix hem, ik meng hem. En dan eigenlijk een half uurtje, uurtje op voorhand is die het allermooiste. En nu kan ik gewoon zeggen, nou, ik pak hem gewoon hieruit. En dan is dat ook gewoon prima. Ik kan even laten zien hoe ik die kleur mix. En ik had paperpad, oh hier. Zal ik even laten zien. Even voor een reminder, hoe dat ook alweer ging. Dat kun je met iedere kleur doen. Ik heb hier nu de zwarte concentrates. Ja. Maar er is ook natuurlijk blauw, rood en geel. En met die 3 kleuren kun je onderling natuurlijk de kleur maken die jij zelf mooi vindt. Nou, dan ga je dus die 3 kleurtjes, of je legt het zwart erbij, dan krijg je wat donkerdere kleuren. Dan kun je die 3 kleurtjes kun je neerleggen. Zou ik altijd doen op een paper palette, niet op je steen, hè, want die heeft een kleur aan de ondergrond. Op wit, op een paper palette, kun je het allermooiste zien welke kleur jouw product uiteindelijk gaat krijgen. Nou, ik zou die 3 puntjes neerzetten, gewoon 1 klein puntje, geen druppel. Gewoon even aantikken. En als je dat een beetje mengt met elkaar, dan kun je kijken welke kleur je mooi vindt. Dus ga je zelf je kleur maken. En ik geloof dat jullie ongeveer wel weten hoe je moet mengen. Maar probeer het gewoon even uit. Als je kleur dan helemaal perfect is, dan kun je hem mengen met je, heb ik nu gedaan, met Power Gel Clear. We hebben wel een clear product nodig, want hij moet een beetje dat milkpad effect krijgen. Dus wel met een transparant product aanlengen, zeg maar. Nou, zwart is wel, je zou het niet verwachten, maar zwart is deze kant. Zwart is wel de kleur, de concentrate, waar je het meeste van nodig hebt. Is dat zo? Ja. Je moet echt behoorlijk wat zwart gebruiken, wil je echt een donkere kleur krijgen. Wat het ook weer heel gevaarlijk maakt, want je mag niet te veel pigment toevoegen aan je transparante product. Want dan hart het niet meer uit. Dus je moet eerst eventjes van tevoren testen of je product goed is en dat die uithart. Nou, dan kan het wel even laten zien. Klein beetje herhaling is nooit erg natuurlijk. Ik pak mijn Power Gel Clear er even bij. Echt clear gebruiken. Je kunt ook een druppeltje door je liquid heen doen om de kleur te krijgen. Of een druppeltje door je gel roeren om ook datzelfde effect te krijgen. En ik gebruik nu Power Gel. En dat is dan op deze manier. Maar je kunt al je producten mee kleuren. Linda heeft ook een hele leuke live gedaan. Even kijken. Vrijdag een week geleden. Waarin zij ook nog meerdere manieren uitlegt. Waarop je je liquid kan kleuren als je acryl gebruikt. Bijvoorbeeld door een druppeltje gel polish. Nou ja, wil je daar meer van weten, zou ik eventjes die uitzending terugkijken. Dat was heel interessant. Ja, dat kun je ook heel makkelijk terugkijken op YouTube. Hè? Op Magnetic Nail Talk. Ik zie dat steeds meer mensen daar naartoe gaan. Magnetic Nail Talk op YouTube. Daar kun je ze heel goed vinden. Ze zijn gerubriceerd. Je kunt natuurlijk ook bovenin aankondigingen kijken. En dan is het de ballerina workshop van Linda. Waaraan jij zojuist hebt gerefereerd, Sarisa. Ja.
Ja, want ik vond het wel echt heel leuk hoe zij dat deed inderdaad met haar liquid. Want ik denk daar zelf niet echt over na. Ik weet dat je dat met de color concentrates kan doen. En daar wordt het wel het allermooiste mee. Omdat dat echt een puur pigment is. En een gel polish is natuurlijk gewoon een gel polish. Dat is niet alleen een pigment. Dus met de color concentrates gaat dat wel echt het beste. Ga maar gewoon goed filmpjes bekijken hoe wij het allemaal gebruiken. En dan weet ik zeker dat jij het ook wil hebben. Want het is eigenlijk een product wat, vind ik, als, zeker als je ook houdt van designs maken, eigenlijk onmisbaar is in de salon. Ach, en Marieke zegt, ik heb laatst alle kleuren concentrates van mijn man gekregen. Vond ik zo lief van mooi hem. Mooi cadeau. Nou, heel mooi cadeau, ja, hoor. Ja, zeker. Ik schraap eigenlijk bijna alle pigmenten schraap ik op en die spatel ik hier doorheen. Nou, let wel op dat als je dat doet, dat je echt spatelt, hè? Dat je hem induwt en meetrekt. Ja, induwt. Niet roeren. Nee, je moet eigenlijk altijd constant in dat contact blijven met je product en niet hem omhoog gaan naar beneden, omhoog naar beneden, omhoog naar beneden en roeren. Dat werkt niet. Dus eigenlijk pak je hem dan steeds weer op. Dus je denkt, nou, krijg hem niet meer te pakken, oppakken en weer plat duwen. Oppakken, niet snel ook, hè, want dan krijgt hij ook draden en belletjes. En weer plat duwen. En dan zie je dat die kleur eigenlijk gewoon heel mooi mixt. Nou, en dan zag je dat ik van het zwart best wel iets meer nodig had. Want normaal gesproken, als ik een color concentrate gebruik, dan doe ik dat dus op deze manier. Dan is het hooguit dit. Met alle andere kleuren. Dus kijk uit, want dan zou dit veel te veel zijn. Is het echt dit. Zo, dit is echt genoeg. Dus aantikken en weg. Dan heb je echt genoeg om te kleuren. Nou, je ziet dat ik hier mijn mixje heb. Ik denk dat hij net iets te veel pigment in zich heeft. Het is de bedoeling dat als je met zwart mengt, en dat is eigenlijk vooral met zwart, is dat als je je mix ziet, mag hij er best een beetje grijs uitzien. Dat is helemaal niet erg. Laat hem maar even staan en dan wordt hij steeds donkerder. Op het moment dat je zwart hebt gemengd, je kijkt ernaar en hij is pikzwart, kun je er eigenlijk vanuit gaan dat er te veel pigment in zit. En dan kun je echt uitharingsproblemen krijgen. En dat zou ja, heel erg zonde zijn. Dus speel daar even mee. Nou, ik heb natuurlijk op voorhand gemengd. Waarom? Omdat ik weet dat dat uithardt. Je kunt dat, hoe ik het uitprobeer, is gewoon op een tipje. Uiteraard. Ik pak een beetje op. Zo. Ik leg hem neer op mijn tip. En ik zet hem onder de lamp. Nou, heel simpel. Haalt hij uit, is hij goed. En duw je erin en er komt nog allerlei pigment onderuit. Betekent dat je toch meer kleur moet toevoegen, toepassen eigenlijk in je mengsel. Dus doe dat eerst voordat je het gaat gebruiken. Anders ben je het aan het veilen en dan komt tijdens het veilen alles, alles naar boven. Okay. Ja, dan is het een kaassoufflé, hè? Ja, dan wordt het kaassoufflé inderdaad. En dat inderdaad. Kun je dan ook niet meer herstellen. Nee. Ook al ga je dan in de lamp, dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Ja, klopt inderdaad. Ja, ik wil hem nog wel eens een beetje leeg drukken, zodat eigenlijk al het onuitgeharde product eruit is. Hè. Dan duw ik er een beetje in. Soms gebeurt dat aan de zijkanten. Dan duw ik erin, dan loopt dat eruit. Maak ik schoon, zet ik nog even onder de lamp. Ik probeer het meestal dan een beetje ja, los te pulken, zodat er echt een gaatje ontstaat. En die leg ik dan weer vol met een ja, building base of iets wat hard is. Maar ja, dat is zo'n gedoe. Dat is natuurlijk niet aan te raden. Maar je moet wel die leegte hè, die daar ontstaat, moet je wel opvullen. Want anders ja, heb je eigenlijk alleen maar de bovenkant, de krokante laag, en heb je binnen niks meer zitten. Dus ook geen stevigheid. Oké, dat is even over het mengen. Nu ga ik verder met eerst mijn ondergrond. Ja, dit zou heel tof zijn bijvoorbeeld in een zwarte set, hoe ik het nu doe. Ik gebruik ook zwart natuurlijk. Dus ik pak op dit moment even mijn Syriza Sweeties. Waarom? Gewoon omdat die in de buurt staat. Die heb ik eigenlijk altijd in mijn bakje vlak naast me. En ik lak de stoeprand even in. Ik heb bij de color blocking is natuurlijk een techniek waarin je eigenlijk steeds een stoeprandje inkleurt. En ik zag daar toch nog wel dat jullie toch, sommigen van jullie toch altijd dezelfde fout maken om hem niet ver genoeg naar boven in te lakken. Want dan zie je je randje niet meer. Meiden zeiden dan tegen me, ja, ik zie die randjes niet. Dan komt dat je hem niet ver genoeg inlakt. Dus je moet hem echt tot op de bovenkant inlakken. Dus tot op het oppervlak? Tot op het oppervlak of eroverheen, dat geeft niet. Dat vuil je weg. Nou, ik snap dat wel, want ik zou ook voorzichtig daarmee zijn. Klopt. Omdat het heel erg tegen mijn natuur ingaat dat het op dat nagelbed komt. Ja, maar zo denken heel veel mensen en daardoor is het een beetje een gemiste kans. En krijg je uiteindelijk of hele dunne lijntjes, omdat je het zo netjes hebt gemaakt,
Of helemaal geen lijntje, omdat dat lijntje dat zit eigenlijk daaronder. En waar heel veel mensen ook bang voor zijn, en dat begrijp ik ook wel, is dat mensen durven niet door te veilen. En als je niet doorveilt, dan krijg je nooit dat strakke eindresultaat. Ik zie heel veel, eigenlijk bijna alle tips die ik heb moeten geven van mensen die feedback nodig hadden, was eigenlijk allemaal doorveilen. Je moet doorveilen. En die ging dan doorveilen en dan tadaa, dan komt je design gewoon weer omhoog. Dus dat is het eigenlijk gewoon. Gewoon durven. Voordat we verder gaan, heb ik van Femke. Hi Femke, je hebt een hele interessante vraag, dus die wil ik even beantwoorden. Ja. Jouw vraag is, als we straks nou weer open gaan, dan hebben de meeste producten vrij lang stilgestaan. Zijn er dan producten die iets anders nodig hebben dan normaal? Bijvoorbeeld extra schudden, extra roeren, et cetera. Nou, dat vind ik een goede vraag. Eigenlijk moet je alles wat in een flesje zit, dus alle flesjes, gel polish, top gels, base gels, rubber base, fibercoat, alles wat in een flesje zit, moet je heel goed roeren op het moment dat je dat weer gaat gebruiken. Dat moet je sowieso doen, maar als zo'n flesje langer staat, dan kunnen de ingrediënten gaan separeren. En omdat die dan separeren, dat zie je met name bij topgels, dan gaan ze minder glanzen. Dus je hebt het echt nodig dat je ze even goed door elkaar heen schudt. Dan ga je ze natuurlijk niet allemaal vandaag even naar de studio om alle 100 flesjes te gaan schudden. Nee, dat doe je dan voordat je hem gebruikt bij je klant. Sowieso is dat verstandig om eigenlijk altijd te doen. Andere voorbeelden van dingen die extra aandacht nodig hebben, weet ik eigenlijk niet. Misschien weet jij dat nog, Serine? Nee, ik zit nu te denken gelijk aan de temperatuur. Omdat het zo koud is natuurlijk, zorgt dat je de salon wel gewoon op temperatuur houdt. Maar meer eigenlijk niet. Ja, zorg dat je ultrasoon goed schoon is. Hè. Misschien heeft dat een tijdje stilgestaan, dus die zou ik even opnieuw ontsmetten. Ja, verder. Ja, nee, ik heb eigenlijk geen idee, Pepijn. Ik denk dat jij het wel hebt genoemd. Schudden, vooral. Ja. Ja. Oké, okay. Nou, dan gaan we door. Het handigst, ja. Wel een hele goeie trouwens, want we hebben natuurlijk echt lang stilgelegen. Tenminste, de meeste van ons. Nou, ik heb het. De verlenging heb ik verder ingekleurd met Sweeties. Ik heb dat niet heel nauwkeurig gedaan. Hij hoeft niet helemaal prima dekkend te zijn. En nu ga ik mijn producten er lekker opleggen. Weer wat andere producten. Ik ben heel benieuwd dat ik me hierbij moet voorstellen, hoor. Ja, dat begrijp ik. Oh, hier is mijn plateautje. En even een klein glittertje erbij. Nou ja, kijk, gebruik gewoon je nail art spulletjes. Dat is wel weer gewoon het leuke. Probeer het gewoon. Gooi er gewoon wat in. Oh ja, die zijn ook wel leuk nog. Ik kom gelijk op allerlei ideeën. Oh, die is ook leuk. Even kijken. Ja, dit zou ook wel tof zijn. Oké, ik gebruik deze. Ik heb hier wat van de confetti. Liggen. Ja. Dat zijn die hoekjes, die wiebertjes, zeg maar. Ja, die diamanten. Ja, die zitten met 12 in een pakje. Superleuk. En dat kun je dus ook winnen, hè? Ja. Als je huiswerk instuurt en je wint, dan krijg je onder andere dat leuke setje met die 12 confetti diamonds. Ik leg ze er gelijk even bij. Zo, dan kun je het nog een keer van dichtbij Waar je kijken. Zulke leuke dingen mee kan doen. Ik ben gek op die confetti diamonds. Ik loop even naar de andere kant om iets te kijken of ik iets kan vinden. Nou, dit zijn dan die confetti. Kijk, 2, 4, 6, 18, 11. Ja. En dan deze natuurlijk nog. Nou, waarom pak ik deze? Omdat hier ook weer allerlei hoekjes en deukjes in zitten. En dan blijft straks dat transparant zwart blijft daar leuk in liggen. Dus vind ik wel tof. Nou, ik heb ook hier eentje met die leuke confetti. En die is zo leuk. Ja, kijk hier. Ik leg hem hier ja, neer. Ja, die is heel erg leuk. Kijk eens hoe tof. Ja, dat is toch geweldig. Nou, is dat niet enig? Ja, dat is geweldig. Als je echt wil blingen, dan... Ja, kijk. Ja, het is heel mooi. Het is denk ik in het echt nog veel mooier dan op beeld, want het blinkt echt. Heel tof. Ja, je kunt daar hele leuke dingen mee maken. En het is ook vooral die vorm daarin. Ja, je kan dat heel mooi in elkaar passen, zoals Pepijn hier heeft gedaan. Dat is wel een werk, hoor. Maar het is wel tof. Nee, dat viel best mee. Viel dat mee? Ja, was maar 20 minuutjes. Maar echt waar? Zo lang doe ik over een nagel lakken, volgens mij al. Ja, dat is echt een heel leuk design. Elke keer als ik ook zoiets zie, denk ik, wil ook zoiets maken. Maar het komt er nooit van. Ik blijf er veilig van weg, volgens mij. Ja, heel tof. Oké, volgens mij heb ik alles een beetje bij me. Nou, waar ik nu voor ga kiezen is zwart. Hè, zwarte milkpad maken. Maar je kunt natuurlijk allerlei kleuren gebruiken die je zelf wil. Je moet dan wel even kijken, even goed kritisch kijken naar de kleuren die je pakt. Ik ben zelf iemand, ik hou het vaak rustig, kalm. Beetje. Dus ik heb gekozen voor goud, goudkleuren en dan met zwart. Deze hoekjes erbij is wel leuk, want er zit een beetje paars in. Maar er zit ook, als je goed kijkt, een beetje een soort van goud tussen. Dus vind ik dat het erbij past.
Maar het is ook wel leuk om dat gewoon te proberen. En ik heb ook wat foil. Ik weet niet of ik nog goed in beeld ben. Ja. Wat bladgoud heb ik gepakt. En de special inlay. Allemaal dingen die je dus kunt winnen. Ik benadruk het nog een keer. Ja, kun je allemaal winnen. Dit is een special inlay. En dat zijn wat grotere stukjes. Deze zijn ook heel leuk om te gebruiken. Super tof. Alleen deze zijn dan nog wat groter. En die kunnen niet echt in een tip. Die moet je echt op een nagel zetten. Want je hebt dan echt je bolling nodig van product. Dus het moet ook dan een lange nagel zijn met een lekkere, behoorlijke bolling. Dus als je een nagelbedje maakt, een behoorlijke stoeprand. Want je moet ze goed kunnen verstoppen. En de special inlay is gewoon prima voor op een tip. Want dan kan het niet zo heel hoog natuurlijk. Oké. Nou, jullie kunnen het denk ik al raden. Ik ga het gewoon neerleggen. Ik ga nu wel iets meer gebruiken. Zwart, ja, het is best wel een heftige kleur. Dus gaat veel bedekken. Dus ik wil ook net even wat meer neerleggen. Maar dat is gewoon iets, je kan ook wat minder neerleggen. Betekent niet dat het niet anders kan. Dat is wel leuk zo, volgens mij. Oh, flesjes staan lekker in de weg, zie ik. Zo. Nou, dekseltje doe ik taak wel goed dicht. Oké, ik ga weer een druppeltje bezemtop op mijn paletje neerleggen, want vanaf daar ga ik het als plakband gebruiken. En ik lak eigenlijk gewoon over de hele tip de bezemtop. Zo, mijn lijm. En ik leg eerst even de grootste stukjes neer. Wel even zorgen dat het plakt. Ik pak de grootste stukjes op. Nou, ik kan daar best wel wat van neerleggen, want het is zwart op zwart. Zie je, en anders zie je het niet. Dat geeft al echt een onwijs leuk effect. Zo. En in dezezelfde laag... Oh, een beetje mysterieus. Ja, het is een beetje mysterieus, hè? Leg je ze nou ondersteboven of met het puntje omhoog? Ik gooi ze er gewoon op. Oh, ja. Want ook in het potje zie je ze ook allemaal... op verschillende manieren liggen. Dus ik vind het leuk als ik het er ook gewoon zo op gooi eigenlijk. Want aan de ene kant is die anders dan aan de andere kant. Maar hij is wel dezelfde kleur. Dus ja. Leuk. Dan zie je ook nog wat meer die diepte erin. Hè? Ja, juist, inderdaad. Nou, wat goudaccenten. Zo. Zorg dat je ruimte overhoudt, want ik wil ook mijn bladgoud nog gebruiken. Dus ik zorg dat ik heel spaarzaam wat stukjes neerleg. Dat ik straks ook nog ruimte heb voor mijn bladgoud. Oké, dit ga ik even flescuren. Ik wou zeggen uitharden, maar dat kan gewoon nu natuurlijk op deze manier. Zodat het even goed op zijn plek blijft zitten. Zo. Ik ga een klein stukje van het bladgoud neerleggen. Dat is altijd even een wedstrijd om dat te pakken te krijgen. Dat weet iedereen, denk ik. Ja, dat bladgoud, dat is zo heerlijk. Hè? Dat vliegt alle kanten op. Maar wist je dat het hetzelfde goud is wat je kunt gebruiken als je een meubilair wil vergulden? Echt? Ja. Dit? Ja. Door Lodewijk de 14e werd dat natuurlijk heel veel gedaan. Oh, dat weet Pepijn weer, hè? Ja, natuurlijk. Het leuke is, je kunt het helemaal opfrummelen. Ja, inderdaad. Ja, dan is het helemaal niks meer. Nou ja, of juist heel leuk. Ja, of juist heel leuk inderdaad. Ja, ik duwde hier ook gewoon een beetje in. En ik denk dat het nu heel belangrijk is dat je wel bezemtop gebruikt. Omdat die heeft natuurlijk een plaklaagje. En daarin blijft die folie weer lekker liggen. Nou, ik leg nog een beetje neer. Wat zou ik nog eens meer? Cool. Ik heb hier nog een glittertje erbij. Oh, nog meer. Ja, het staat hier dus, ja. Omdat ik iets meer bling wil. Dat leg ik er een beetje op hier, want ik vind hem in de hoeken een beetje saai. Mag ik dat zeggen? Nicole van Gasteren vraagt zich af wat voor een lampje je nu eigenlijk gebruikt. Dus als je die straks gebruikt, moet je hem even uitleggen. Ja. Nou, wat ik hier heb, is een UV-lampje. Is een UV-lampje. Is het UV-led, Pepijn? Ja, hè? Ik denk het wel. Het is UV-led. Ja, UV-led. Ja, het is LED wat precies de juiste nanometrage uitzendt van 365 tot 415. Waardoor LED, maar ook UV-producten kunnen uitharden. Oké, dankjewel. Ja, dat is dan wel eventjes een vraagje. Die druk ik aan en ik hou hem even op de tip. Zodat ik een flash cure heb en dat ik hem niet onder de lamp hoef te leggen. En dat scheelt ook wel weer de onderkant van je lamp. Want die wordt vaak fel op het moment dat je hem er net inlegt als je met nail art bezig bent. Tenminste, dat heb ik wel. Ik denk ook herkenbaar, dus dan is dit heel handig. Even op zijn plek houden, dan blijft het gewoon liggen. En klaar is klaar.
Nou, ik heb nu best wel wat producten neergelegd. En ik ga nu eerst mijn zwarte... Ja, kun je het goed zien, Pepijn? Of is het onduidelijk? Leuk. Ja, hij blinkt lekker. Ja, en Marion van Rossum zegt... Dat bladgoud heb ik van 30 jaar geleden nog. Dat kun je nu weer hergebruiken. Ja, er gebeurt niks mee. Blijft gewoon natuurlijk bladgoud. Ik heb ook een grappig icoontje gestuurd. Want ook ik heb nog bladgoud. Niet van 30, maar van 25 jaar geleden. Oh, echt? Ja. En Sophie de Pauw zegt... Super gaaf. Natuurlijk, dit is helemaal haar ding. Love inlay. Er zijn veel mensen die helemaal enthousiast zijn over de inlay. Ah, leuk. Dus, helemaal top. Maar je gaat dus nu met zwart werken. Ja, ik ga met zwart werken. Vind ik toch moeilijk me voor te stellen. Ja, nee, maar dat gaat helemaal goed komen. Maar gebruik wel iets meer eventjes product op de ondergrond. Want anders is alles zwart dadelijk. Dus dat is niet leuk. En trouwens, leuk dat je zegt inlay. Want ik ben natuurlijk gek op inlay. En tada, dit is ook weer inlay eigenlijk. Alleen, ik geef het beestje gewoon weer een andere naam. Oké, eens kijken. Ik ga een beetje neerleggen. Nou, links en rechts. Ik weet dat ik hier wat vulling nodig heb. Maar je gaat hem niet helemaal met dat zwart opbouwen. Nee. Ook weer kleine delen. Ik ga bovenaan beginnen en dan pak ik dadelijk steeds beetje bij beetje. Eigenlijk net als met het wit. Dit is exact hetzelfde als met het wit. Ja. Oh. Alleen ik ga... dat ga ik wel laten zien dadelijk wat ik ga doen. Dus je gaat eerst je hoeken van je smile aan. Ja, die ga ik wel eerst even invullen met zwart. Ik denk wel dat dat het meest tof is als dat gewoon dekkend is. Beetje weggeduwd. Ik word er toch een soort van zenuwachtig van. Waarom? Omdat het zwart over leuke, hele leuke inlay is. Ja, maar dat is het dus. Je moet ook goed kijken. Met kleine bolletjes werken en kijken waar je hem overheen duwt. Want ik heb hier een stukje zitten. Mm-hmm. En dat stukje leg ik maar voor de helft een beetje onder dat zwart en dan stop ik. Dan ga ik naar de andere kant en daar ga ik dat stukje weer verder duwen. Je moet dus ook niet één bol neerleggen om hem op te vullen. Dat werkt gewoon niet. Zo. Ik heb hier natuurlijk wat inlay ook aan de zijkant zitten. En daar duw ik mijn zwart eigenlijk gewoon even weg. Zie je, dan zie je het weer. Ik weet niet, door de weerspiegeling misschien iets minder. Nou, dit is wel echt heel vet hoor. Ja, dit is dan meer een inktbadneel. Ja, inktbadneel. Goeie voor jou. Zo, hier laat ik hem dus wat licht. Dus ik heb het bovenste gedeelte heb ik al een beetje zwart gemaakt. Maar hier op dat folie wordt het leukste natuurlijk. Hè? Want dat ga je het beste zien en de rest wordt effect. Flashcure. Ik moet even wennen aan het lampje. Maar het is wel heel erg fijn. Ik zou sowieso het zwart sowieso onder je twin light leggen. Maar zolang je nog bezig bent met kleine bolletjes neerleggen, zou ik gewoon even flashcure lekker in je handen houden. En gewoon weer doorgaan. Dat is prima. Ja, zijkant. Een beetje overheen geduwd. Oké. Nou, ik ga verder weer met een klein stukje. Dus het is even geduld met bolletjes leggen, zeg maar. Ja, ook wel weer heel erg leuk. Het is juist leuk met zo'n nagel dat als je hem op bij een klant zet, die gewoon een normale nagel, normale lengte nagel heeft, dat je dan ook geen French maakt. Want dan heb je maar een heel klein stukje. Zo, aan de zijkant een beetje neerleggen. En dit ga ik dan weer eroverheen duwen. Leg hem een beetje op zijn plek. Ik duw hem over het goud, over het folie heen. En ik trek hem dan ook weer gelijk een beetje weg. En dan krijg je gelijk dat gevlekte. Beetje vintage-achtig. Ja, klopt ook. Maar het doet me ook denken aan steampunk. Aan? Steampunk. Dat ken ik niet. Dat zijn van die... postmodernistische interpretatie van toekomst, zoals dat werd gezien door Jules Verne. Met radartjes en dat soort dingen. Oh ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. Oh ja, nee, nou zit ik denk ik meer te denken aan Salvador Dali. Ja, je weet wel. Ik weet wat je bedoelt. Ja, dat doet het. Ik weet wat je bedoelt. Nou, dit ga ik ook weer even flashcure. En dan gaan we naar het volgende stapje. Want wat ik leuk vind met het zwart inderdaad en die echt schitterende stukjes, is om die ze toch ook schitterend te houden. Dus ik ga nu bezemtop gebruiken. En daar ga ik dus eigenlijk laagjes bezemtop tussen zetten, zodat die stukjes ook heel helder blijven. Dat ik dat niet ga inpakken. Nou, wat leuk is hoor, want Jessica in de comments natuurlijk, my soulmate, die zegt yes, love steampunk. Hè? Je hebt gewoon een bepaalde creatieve kijk nodig om dat soort dingen te herkennen. Klopt. Oh, en de dochter van Nicole van Gasteren doet ook aan steampunk. Oh, ja, echt? Nou, zo raar nog niet. Jaap merkt op steampunk Jules Verne. Ja, dat was dat idee van die revolutie in technologie.
die natuurlijk aan het eind van de vorige of van de 19e eeuw natuurlijk moeilijk te interpreteren was. Dus er werden allemaal dingen voor bedacht, zoals dat 20.000 mijl onder zee, wat natuurlijk volstrekt niet mogelijk was. Dus dat werd op een onmogelijke manier vormgegeven. Dat is eigenlijk de basis van dat steampunk idee. Ik ga het daar wel even googlen. Ik zal het je laten zien. Ja, oh ja, laat jij maar, laat daar maar zien. Ik ben benieuwd. Ja, want dan ben ik benieuwd hoe jij dit dan weer daarop bedenkt, zeg maar. Wat gaan we nu doen? Ik heb Bees en Top hier. En ja? Ja, dit gedeelte is natuurlijk heel mooi. Ja. Dus ik leg daar gewoon druppeltjes Bees en Top neer. Waarom? Laagje, omdat hij dan heel helder blijft. Ik ga hierop dadelijk nog een beetje doorbouwen. Oh. En dan zie je dus ook echt, wordt het een beetje geaccentueerd, dat je laagjes hebt. Want ik heb nu een behoorlijk laagje Bees en Top neergelegd, waardoor je die onderlaag eigenlijk hebt met dat zwarte schaduw eroverheen. De wat helderdere stukjes. Dan heb je een laagje Bees en Top. En nu ga ik er nog een beetje bladgoud op leggen. En als je dan dadelijk kijkt, dan lijkt dat echt allemaal over elkaar heen te liggen. En dat is juist zo leuk om daarmee te spelen. Laagjes Bees en Top geven al een beetje diepte. Als je het wel wat royaal aanbrengt. Zodat je echt een laagje ertussen hebt. Zodat het echt op een bad lijkt. Waar je zeg maar in kunt kijken. Leuk, goede tip. Ja, dat is heel leuk om het op die manier te doen. Dat ontdek je dan altijd per ongeluk hoor. Dat ik denk, oh, het is eigenlijk wel een tof effect. Kun je ook rubberbees gebruiken? Ja, rubberbees clear. Zeker. Zorg dat het wel een plaklaagje heeft. Want ik ga nu doorwerken met het bladgoud. En dat blijft natuurlijk heel fijn zitten op de plaklaag van de Bees en Top. Vandaar dat, dus ook weer Bees en Top. Ja, ik heb een nieuwe liefde volgens mij gevonden ondertussen. Oké, ik ga nog een beetje bladgoud pakken. Omdat ik nog wat drijvende stukjes op de bovenkant wil hebben. Zo moet je het maar net zien. En dan hoop ik dat ik een beetje een klein stukje te pakken krijg. Ja, en anders moet je gewoon een beetje infrommelen. Ja, dat kan ook. En die leg ik dan daar weer net een beetje overheen. Zo. Leuk. En hier duw ik hem een beetje weg, dat het een beetje open blijft. Misschien hier nog een klein stukje. Ik doe ook weer niet te veel, hè? Dan wordt het te goud. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje pielen. En als je op meerdere nagels tegelijk werkt, dan gaat dat natuurlijk veel sneller. Zo, hier nog een stukje. Nou, dan denk ik dat hij wel tof is. Ja, misschien nog een heel klein beetje zwart erbij. Ja. Oké, een klein beetje zwart doe ik er nog bij en dan ga ik hem afkeppen. Dan vind ik hem wel klaar. Even schoonmaken. Leuk. Petra, jij vraagt, kun je bond gebruiken hiervoor? Nou, het is wel handig als je een product hebt wat ook uithardt. Dus het moet een plaklaag hebben, maar daarna ook uitharden, want dan fixeer je het als het ware. Als je het op bond zou leggen, die stukjes bladgoud, bestaat de kans natuurlijk dat als je hem straks gaat afkeppen, dat hij alsnog gaat drijven eigenlijk in de laag die er overheen komt. Klopt. Dus je moet wel een product hebben wat echt uithardt, maar dan wel een plaklaagje heeft. Nou, het laatste bolletje. Gaan we dat met clear doen of met zwart? Nee, doe ik nog eventjes één keer met zwart, omdat ik nog iets meer naar de diepte wil brengen. Weet je, ik kan wel vertellen waarom ik nu doe wat ik doe, maar dat is eigenlijk iets wat je even moet bekijken, wat je zelf mooi vindt, hè? Want ik vond hem hier iets te goud, dus ik leg er nog een beetje zwart overheen, zodat deze kant dan wat dieper ligt. Ja, ik wil dat jullie dadelijk leuk dat effect zien met die verschillende laagjes natuurlijk. Ik vind het echt heel leuk, Celise. Ja, het is echt heel leuk. Jessica heeft ook een keer zulke soort nagels gehad. Oh, die kan ik eigenlijk wel even een keertje posten. Die heb ik verleden jaar oktober volgens mij, dat was mijn dierendag volgens mij, heb ik die voor Jess gemaakt. Die waren heel tof. Ik heb helemaal nog niet gepost. Of wel, Jess? Ben ik wel benieuwd naar je. Ik heb ze wel gepost, ik weet het niet meer. Ja, ik kan het allemaal niet bijhouden wat jij allemaal post, hoor. Nee, ik weet het ook soms niet meer. Dat is bijna een dagtaak die je daaraan hebt. Ja, erg is dat, hè. Klopt. Ja, maar ja, dat is gratis reclame en promotie van je bedrijf natuurlijk. Oké, zoals je nu aan de zijkant kan zien, zie je dat alles nog steeds wel zo ligt dat het eigenlijk nog ingekept kan worden. Ja. Want dit moet wel ingekept worden, dat is wel belangrijk. Ja, maar je gaat er niet nog een heel veel op zetten. Nee. Alleen een beetje glad strijken, dat het gewoon dat het één wordt. En op je tip kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, ik leg er gewoon Bees en Top nog een beetje overheen. En dan veilig dat oppervlakte gewoon, dat is allemaal geen probleem. Ik gebruik liever een beetje power gel, weten jullie, want dat is gewoon snel glad. Heel dun laagje. En dan ga ik hem dus nu cappen en even plat veilen. Heb ik nou al zoveel wipes gebruikt? Ja. Beetje clear. Niet te veel. Anders moet ik straks te veel veilen.
Nou, die hoekjes heeft niks meer nodig, hè. Je moet wel zo bedenken, je hebt met power gel gewerkt, dus ook dit is gewoon gel. Als hier niks meer nodig is qua bolling, ook niks aanbrengen. Hier heb ik wel echt mijn product nodig, omdat ik dit wil cappen. Dus ik leg gewoon een beetje neer in het midden en dan strijk ik het eroverheen. Maar niet onnodig gaan bouwen, want je werkt in principe de hele tijd al met een bouwproduct. Dus dat clear heb ik echt alleen om even te cappen. Zo. Je nail art producten beschermen. Oh, ik heb helemaal niet in de gaten of ik nog in het midden zit. Volgens mij gaat het wel goed. Ik hoor nog niet midden. Ik had wel verwacht dat Pepijn me nog een sneer zou geven vandaag. Naar aanleiding van de laatste keer. Oh. Zo. Ik geef nooit een sneer. Ik geef alleen liefdevolle aanwijzingen. Dat weet ik ook. Maar aangezien ik jou een sneer heb gegeven de laatste keer, dacht ik, nu krijg ik hem vast en zeker terug. Midden! Ik heb heel erg gegild tegen jou. Weet je niet meer, hè? Zat je in je bubbel. Ja. Ja. En ik begrijp het. Ja, hè? En begrip doet wonderen. Zeker waar. Dat is waar. Dat is wel waar. Ik begrijp jou nu ook veel beter daar achter de desk, Pepijn. Jessica reageert niet gepost. Schandalig. Ik was te druk met het genieten van de set. Was inderdaad met Dierendag. Best day ever. Ja, was leuk. Ja, inderdaad. Ga ik maar even kijken of ik hem gepost heb. Anders post ik hem alsnog eventjes. Dus dan kunnen jullie misschien kijken hoe dit eruit ziet in een set. Hoe je dat kunt maken. Oké. Okay. Nou, ik denk dat die volledig is uitgehard. Het is het laatste laagje was Power Gel Clear, dus die gaat wel heel erg snel. Nou, ik leg mijn vel er even een paar keer overheen en dan gaan we... Terwijl jij hem gaat veilen, denk ik dat wij nog even naar het huiswerk gaan, als je dat super goed vindt. Ja, graag. Doen. Ja, want als jij natuurlijk je certificaat wil verdienen en kans wil maken op die prachtige producten die Syriza vooral toen net allemaal heeft zitten gebruiken, dan moet je natuurlijk je huiswerk maken. En wat is je huiswerk? Je moet 3 nagels maken, nilpaald nagels, waarvan er 1 een traditionele is, dus die een beetje lijkt op Baby Boom, waar je 2 verschillende nail art productjes in gebruikt. En je maakt 2 gekleurde versies, net als deze zwarte. Ook weer met 2 verschillende nail art productjes daarin. Vergeet ook niet tussendoor step-by-step foto's te maken. Hè? En als je op een tip werkt, laat ik het anders zeggen. Als je op een echte nagel werkt, dus op je eigen nagels werkt, moet je wel zorgen dat die nagel ook wel echt technisch perfect is. De feedback en het thema gaat natuurlijk over de techniek zelf. Dat is dat verstoppen van leuke dingetjes in dat melkbad waarin je dan jezelf gaat baden. Zoals we eerder zeiden, net als Cleopatra of... ja. Net als ieder ander die je kunt voorstellen in een linnen melkbad. Misschien is dat een goed idee. Maar desondanks, we gaan eventjes naar wat moet je dan doen daarmee. Als je je huiswerk hebt gemaakt, vergeet niet step-by-step foto's. Dan heb je 1 week de tijd daarvoor. En dan stuur je dat in via het album Nailpath Nails. En dan de link die je daar kunt vinden. En als er dan nog verbeterpunten zijn, dan neemt de trainer contact met je op. En krijg je nog een herkansing. Maar het kan ook zijn dat Linda of Wendy bijvoorbeeld contact met je opnemen. Want die helpen mee, Wendy en Linda, achter de schermen om te zorgen dat iedereen zijn feedback krijgt. Dat het allemaal wordt geregeld. Dat is echt heel erg veel werk. En natuurlijk gaat het om het meedoen. Gaat het om het feit dat jij straks aan jouw klanten deze nieuwe technieken kunt gaan aanbieden. Want ja, de kans is groot dat mensen straks gaan komen voor een nieuwe set. En ja, hoe leuk is het dan om te zeggen, nou zullen we een keertje iets anders doen dan gewoon in een full cover kleur. Nou, dat is waar we het om doen, maar je kunt er ook iets mee winnen. En dat is dit mooie pakket. Daarin zitten die prachtige diamond confetti die we net hebben gebruikt, die je dus ook kunt gebruiken voor het leuke kleurverloop wat Syriza liet zien. De chameleon flakes, opalen, een ombre penseel, shell sheets, white is white gel polish, gold foil en verschillende inlay, metal inlays en special inlays, zodat jij hele mooie milkpad nagels kunt maken. En we doen er ook nog bij, omdat die net is binnengekomen, die hele leuke Flash Cure. Vanaf aanstaande maandag is deze te koop bij ons en onze distributeurs. Maar als jij meedoet, dan heb jij dus als eerste de kans om deze te winnen. Ja, ik vind hem echt een absolute must-have. Laten we eventjes kijken hoe die er van dichtbij uitziet. Kijk hoe leuk die is. Zijn ook zo leuk altijd, hè, die foto's. Dus die kun je gebruiken voor het uitharden van je cat eye gel polishes, gel nail art. Maar ook natuurlijk als je je eigen nagels aan het doen bent, bijvoorbeeld met rubberbeest aan het werk, en je wil die perfecte bolling, dan hou je hem natuurlijk ondersteboven. Nou, het is mij al een keer gebeurd, dan heb ik hem dus ondersteboven. Dan denk ik, yes, hij is goed, ga ik in de lamp. Knal ik tegen de rand van de lamp aan. Ja, dat moet je herkennen. Dus ik zie hem nu al zo zitten. Hè. Dan heb ik hier zo dat lampje en dan hou ik hem zo. Hij is perfect. Licht! En dan is het gewoon perfect. Is dat niet handig? Het is toch gewoon helemaal te gek. Nou, in ieder geval,
Dus dat lampje zit ook in het pakket. En dus vanaf aanstaande maandag verkrijgbaar bij ons en onze distributeurs. Nou, ik hoor dat er niet meer wordt geveild. Of gaan we nog even de planning doen, Wendy? Wat wil je? Heb jij nog een nagel op de planning? Ja, ik heb er hierna nog eentje. Ik heb hierna zelfs nog twee, als je dat wil. Oh, dan gaan we eerst even naar Lisa en dan gaan we daarna naar de planning. Ben benieuwd. Oké, dan ga ik eventjes als een jekko, want ik wil jullie echt dingen laten zien wat hier echt allemaal mee te maken heeft. Het is wel echt leuk. Maar als eerst eventjes de zwarte. Ik denk dat die heel tof is als die mat is. Maar wat denk je, Pepijn, zou ik het eens proberen? Ik heb hem ook glanzend al liggen, hoor. Oké. Ja, ik ben heel benieuwd of je het laten we dat maar gewoon proberen, want ik heb hem zowel in het glanzend hier al liggen en dan nu ook in het mat. Toch even kijken, ik heb geen idee. Wat je ook kunt doen is mooi het nagelbed glanzend en dan... Kijk, je ziet wel nu hoe die wordt als die. Cool. Ja, het is echt heel tof. Je kan ook het nagelbed bijvoorbeeld glanzend maken en dan het zwart mat. Ook leuk om mee te spelen. Hij ziet nu al hoe tof die is als die, als die glanzend is. Ja, heel cool. Ja, het is echt een hele leuke techniek en helemaal niet moeilijk. Ik ga hem even flash curen. Als het goed is, zie ik hem dan mat worden. Ja, heel leuk om te zien. Oh, dat had ik nog niet bedacht. Oh ja, wat grappig. Leuk, hè? Je ziet hem mat worden. Nou, alleen voor dat effect al. Ja. Zie je ook meteen als je nog ergens hebt gemist? Ja, ik hou hem er echt helemaal rondom. Ja, het is mat ook wel heel tof, hoor. Ja. En dan heb ik natuurlijk de glanzende versie. Cool. Ja, het is echt een heel leuk effect. Ja, zeker. Ja, en als jij je zou hem van heel dichtbij moeten zien, hè? Nee, dat kan ik hier niet. Ik heb ook mijn telefoon hier liggen. Oh, we gaan even inzoomen, hoor ik. We gaan even dat inzoomen. Dat is ook mooi. En Serena zegt: ik lig helemaal dubbel om jouw Pepijn. Nou, dit. It is what you get. Ik bedoel, ik ben totaal mezelf. Ja, dat is Pepijn dus ook. Dat is gewoon altijd zo. En Jaap reageert op yesternagels. Het is helemaal jouw color. Ja, glans en mat samen. Hoe dan? Zegt Anneke Thijssen. Ik heb er een demo van. Die vind je op YouTube. Misschien dat we hem voor je op kunnen zoeken. Maar zijn we aan het inzoomen? Hij mag ietsje verder weg inderdaad. Nog ietsje. Oké. Ja. Hij is er. Kijk dan toch. Ja, zo zie je hoe ik vind leuk dat leuker. Is. Ja, glanzend is die mooier, hè? Glanzend is het net het heelal. Ja, klopt inderdaad. Waar je dan achter die melkwegen verstopt een planeet ziet. En dan is je space shuttle daar naartoe, want je bent op een alien mission. En achter die my God. Gold foil moet je dan die planeet vinden. Nou, maar ik vind dat matte leuk, want dan krijg je dat maakt het design elementje wat vlakker. Maar de diepte wordt vergroot. Ja, ik kan ook bijvoorbeeld hier zeggen, ik heb een mat en dan lak ik hem glanzend, hè? Alleen, dan krijg je dus, Anneke, alleen dat glanzen een vrije top en dan dat matte nagelbed. Ja, al zou ik wel het randje bij het nagelbed even met een detailer 3 bijvoorbeeld doen, om dat netjes, echt netjes te krijgen. Dan heb je hem wat preciezer. Ja, en als je alleen het nagelbed glanzend wil, dan pak je hem achterstevoren, hè? Dan trek je maar hem ik wil wel even naar de top kijken. Oh, leuk. Nou, tof, hè? Ja, echt leuk. En het is ook leuk. Leuk, hè? Ja. Kijk, hier zie je echt die verschillende dieptes, hè? Die zijn zo leuk. Ja. En ik vind die diamond confetti met dat beetje paarsige gloedje ook echt heel vet. Is leuk, hè? Ja. Even nog verder uithouden. Dat is dan net het Elion Convoy wat dan onderweg is. Ja, het is echt heel erg leuk inderdaad om daar een beetje mee mooi te spelen. En je kunt er van alles in verstoppen natuurlijk, hè? Ik was daar nooit zelf op gekomen om hem met zwarte milkbadnagel te gaan maken. Ja. Maar het is beeldschoon. Ja, het is echt heel erg leuk. Het is even een werkje. Daarvoor moet je zou ik dat niet op 10 nagels doen. Op 10 nagels krijg je dan wel weer gewoon echt, dat is heel veel werk. Ik heb met Jess heb ik de hele dag gezeten. Dus dat duurt echt lang. Maar ik zou dat zeker als accentnagel doen en dan bijvoorbeeld met mooi zwart erbij. Maar dat jullie daar nou de hele dag voor hebben gezeten, was dat nou door die nagel of het feit dat je gewoon af en toe gezellig heel erg aan het kletsen bent? Dat kwam door verschillende factoren. Dat kwam van we moeten eten, hè? Vooral dat. En we moeten ook roken, dus ja, dat terzijde. Jessica heeft echt hele moeilijke nagels en dan zal je zeggen, dan komt ze weer. Ik krijg een complex ervan, yes, ik weet het. Maar die heeft een heel recht nagelbed.
rechte vingertop eigenlijk. En dan heel hoog hyponychium. Dus dat loopt zo en dan zo. En dan moet je daar een moderne vorm op gaan zetten. Moet het schabloon omhoog? Nou, één drama. Moeilijke vorm en het was gezellig. En het waren die nagels. Het was alles bij elkaar. Ik heb een goede vraag van Sophie de Pauw. Ja? Sophie, jij zegt, ik heb altijd de indruk dat mijn mat niet echt mat is. Wat is het verschil tussen jullie gewone matte topcoat en de extreme mat topcoat? Nou, de extreme mat is echt super mat. En de gewone mat, die is meer satijnglans. Dus die zit echt tussen glans en extreme mat in. Dus nou kun je de normale mat wel iets matter laten lijken door hem met alcohol schoon te maken. Maar er is niks zo mat als de extreme matte topgel. En dat is ook degene die we het meest gebruiken. We hebben de gewone mat nog, omdat er toch ook mensen zijn die dat effect heel mooi vinden. Maar voor dat echte matte effect heb je de extreme mat nodig. Je moet hem wel altijd even goed schudden. Want die ingrediënten die je mat maken, die moet je wel goed vermengen. Wel goed om in je achterhoofd te houden. Anders zul je merken dat je naarmate je verder in het flesje komt, dat het effect steeds matter wordt. En je wilt natuurlijk een gelijkmatig effect hebben. Nou, even kijken. Ik ga eventjes nadenken. Wat gaan we doen? Ja, ik heb nog twee korte, eigenlijk snelle designs. Twee? Ja, het is heel snel. Het gaat echt heel snel. Het is echt zo gebeurd. Ik ga het ook gewoon voordoen en jullie gaan dat thuis gewoon oefenen. Ik vind dat het er wel een beetje bij hoort. Het is een beetje roze kwarts. Ik heb inmiddels wat andere manieren gevonden om die heel mooi te maken. Dat kan zowel met gel als power gel. Al zou ik het adviseren om met power gel te doen, omdat dat gewoon lekker blijft staan. Ik heb hier mijn tip. Ik ruw hem even op. Nou, ik krijg zo'n leuke tip hier van Anouk de Vos. En dat is? Het ideetje. Het lampje gebruiken bij het maken van een eindresultaatfoto voor setjes met neonkleuren. De neonpigmenten lichten altijd zo gaaf op in mijn lamp, maar zo extreem fel kijken ze nooit op de foto. Misschien met het lampje wel. Ja, ik denk dat dat moet lukken. Dat vind ik echt een goed idee. Echt een super idee. Ja. Ik zeg het even tegen Cerise, omdat ze natuurlijk heel vaak foto's maakt. Dus dan kan je daarmee gaan spelen. Ja, leuk inderdaad. Ja, want sommige klanten van mij zeggen altijd, oh, ik zit nu in de lamp, maak jij even een foto. Gewoon met de topgel. Maar ja, kijk, ik weet al hoe dat eruit ziet natuurlijk. Ik zeg, ja, volgende keer maken we een foto. Maar inderdaad, met neonkleuren, om dat echt een extra accent te geven, dat is inderdaad wel heel erg leuk. Want dan heb je wel echt een toffe foto. Dus dat is zeker het proberen waard. Ik heb een nieuw spelendingetje bedacht. Echt, leuk. Ik heb hier mijn volgende tip. Ik heb expres een kleine gepakt. Komt gewoon echt ook in de buurt van de werkelijkheid. Ik leg een beetje power gel nude over de nagel. Die ga ik verdelen over de nagel. Die hoeft niet helemaal strak verdeeld te worden. Maar gewoon netjes. Nou ja, de bolling hoeft niet strak te zijn. Onthoud dat op je klant is dit een niet al te dik laagje. Dus niet alvast een bolling bouwen. Ik zal hem straks vanaf de zijkant laten zien. Zie, ik heb hem er gewoon een beetje overheen gelegd. Vanaf de zijkant zie je dat het een beetje hobbelig is. Zie je dat? Mm-hmm. Geen probleem. Nou, ik pak een beetje huishoudfolie. Leg er overheen. Die blijft echt lekker liggen. Omdat het power gel is, gaat het niet van zijn plek. En ik pak, ja, je kan de zijkant pakken van je spatel. Dan worden de lijntjes wat scherper. Maar ik vind dit effect ook wel leuk. Beetje aanduwen. Kijk ook maar gewoon naar een roze kwarts, hoe dat er een beetje uitziet. Als ik dat heb gedaan, een beetje aanduwen weer. Ja, en dan gaat hij in de lamp. Dit kun je doen hoe je zelf wil. Daar staat niet echt iets voor, hoe het wel moet of niet moet. Ik ga hem even uitharden onder de lamp en vervolgens pak ik mijn witte power gel. En daarmee ga ik hem inkleuren. Daarna kan hij gelijk geveld worden. En dan heb je een onwijs tof marble kwartsachtig design. Wat ook heel leuk is om bij een babyboom te dragen. Je zou daar ook mee kunnen spelen. Net zoals ik net met een milkpadnagel heb gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, ik maak mijn wit nog iets transparanter. En ik verstop in die deukjes, verstop ik bijvoorbeeld mijn opals of wat glitters. En dan ga ik hem daarmee dan dicht leggen en veilen. Probeer maar. Want ik maak hier natuurlijk op deze manier wat inhammetjes mee. Kun je met die folie ook werken bij acryl op deze manier? Vraagt Kelly zich af. Ik denk het haast wel. Als jij niet al te dik werkt en een beetje nat werkt, dan denk ik dat je daar wel iets leuks mee kan creëren eigenlijk. Moet je hem alleen wel wat langer met rust laten. Wat denk jij, Pepijn? Ja. Of niet? Ik ben een beetje in dubio, want huisartsfolie is natuurlijk plastic. Het zou een beetje kunnen versmelten. Maar wat je natuurlijk kunt doen, Kelly, is een dunne laag acryl nemen. En dan met bijvoorbeeld een
noem eens even iets, een dotting tool. Mm-hmm. Of je neemt een propje aluminiumfolie, dankjewel Wendy, die maakt een propje aluminiumfolie, dus natte lage kriel. Propje aluminiumfolie, prop, krasjes maken, uit laten harden en dan oppakken. Ja. Met een dotting tool bedoelde ik, dan ga je er zo doorheen om het een beetje rommelig te maken. Maar ik vind het idee van de zilverfolie van Wendy echt briljant. Ja, ze zit daar achter de camera alles te schakelen, maar ze komt ook met regelmatig in mijn oor met allemaal leuke opmerkingen. Ja, dus klopt. Dan doen we het zo. We gaan kijken, want ik vind dit toch ook dan wel weer toch wel spannend. Ja, dit is hartstikke leuk. Ja, dit is dan wel weer zo'n verrassingseffectje dadelijk. Dat is wel grappig. Mag dit ook als huiswerk, vraagt Peter? Ja hoor, dit mag ook als huiswerk, zeker weten. Maar dan wil ik wel dat je er toch wel iets in verstopt. Als je een kwartsnagel wil maken als huiswerk, moet je er wel minimaal één ding in verstoppen. Of je maakt hem er gewoon bij. Het maakt niet uit. Kijk maar, het geeft niet. Het maakt niet uit. Als ik maar een origineel heb en een gekleurde, en dan mag je kijken of je van die derde, mag je dan ook een kwartsnagel maken. Ja, wat leuk is, Linda Bouma zegt, ja zeker, ze heeft dat heel vaak gedaan met acryl zo. Oh. Nou, dankjewel Linda. Nou, wat leuk. Je zit nu wel niet in het midden. Oh, sorry. Ja. Ja, dat komt omdat ik de Speedy Gonzales erin probeer te krijgen, hè? Ga ik in één keer allemaal rare dingen doen? Het is pas 4:05. Oh, oké. Okay. Nou, kijk, dit trek ik over mijn nose heen. Het is een tip, dus helemaal niet zo erg als die niet perfect is. Maar bij een klant moet je er wel rekening mee houden dat je hem bijvoorbeeld hier aan de zijkant wel heel mooi dun houdt. Je moet uitkijken dat je hier geen lifting krijgt, hè? Dus het is wel belangrijk dat je hier met de eerste laag... Je ziet, ik heb die eerste natuurlijk best wel omhoog geduwd nu. Dat moet je natuurlijk bij je klant niet doen. Bij je klant ga je dan ietsje verder naar beneden. Duw je hem eigenlijk richting de cuticle. En ja, laat je hem daar ook gewoon zitten. Breng je hem wat dunner aan. En dan vul je hem op met je wit. Want die kun je namelijk wel heel mooi glad leggen. Kijk, je ziet nu ook een beetje al van alles erin gebeuren, zie je net? Ja. Dus ook een beetje dat milkpad effectachtig. Je ziet, ik heb niet te veel gebruikt, dus uiteindelijk hou ik altijd een stukje over waar ik nog wat bij wil leggen. En heel, ja. Even uitharden. En dan leg ik er nog een beetje bij om daar om dat op te vullen, zeg maar. Een klein beetje wit. En dan, omdat het allebei bouwproducten zijn wat ik heb gebruikt, en ook al verstop je hier iets onder, je hebt hem altijd afgekept al met je bouwproduct. Dus het is wel de bedoeling dat je hier eigenlijk op gaat veilen, omdat anders als je hem af gaat cappen en je velt alleen je gekapte product, dan hou je ook echt alleen maar dit over. En het is juist zo leuk. En je wil er doorheen gaan veilen. Ja, ik ga er een beetje doorheen veilen inderdaad. Daarom heb ik die, eigenlijk heb ik het product hieronder, die nude, heb ik een beetje omhoog gezet, zodat dit erin in verstopt wordt. En dan ga ik hem veilen. Natasja Reiners vraagt opalen erin. Of zullen die te dik zijn? Nou, als je een wat langere nagel maakt, Natasja, dan kan dat zeker. Het is nu natuurlijk een korte versie, dus dan moet je daar een beetje op letten. Hoewel je ook hele kleine stukjes opalen in het potje hebt zitten. Hè? Ja, ik heb. Dus dit is een andere soort opaal als wat ik net had. Die is iets kleiner. Fijn, hè? En die heb ik, ik ga het posten als ik thuis kom dadelijk. Die heb ik ook gebruikt in een designtje, ga ik jullie laten zien, die passen. Maar dan moet je wel even zorgen dat als je een nude neer hebt gelegd, dat je echt een beetje ruimte duwt waar je die opaaltjes dan in kan leggen. Want anders liggen ze er nog steeds op, dus je moet een beetje ruimte duwen. En dit is net wat meer stoffig dan die andere opalen. Zie je, dan pak je precies die kleinste stukjes en dan heb je toch die schittering. Plus dan lijkt het nog echt op een steen ook, dus het is heel erg leuk. En qua kleur past hij natuurlijk ook goed. Juist, ja, daarom. Ja. Sabrina, jij zegt in de comments, mijn tafel is een bende. Ik begin altijd netjes en geordend, maar eindig heel chaotisch met een volle tafel. Ik ook. Lieve schat, je moest eens weten hoe het eruit ziet als ik bezig ben. Echt, het hele huis is ontploft. Ja. Natuurlijk, als ik nu aan het oefenen ben, doe ik dat aan een bureau in de woonkamer. Nou, echt. Of als ik hier tijdens de show zelf achter de tektafel zit, nou... Ja, dus ik moet ook zeggen, creativiteit. Het wordt er hier ook niet beter op naarmate de middag zeg maar eindigt, want er liggen nu allemaal fotjes. Geeft niet. Oké, nou ik ga dit even veilen. En ook weer net als de net, hè, gewoon goed tegenhouden. En belangrijk als je dit gaat veilen, dat je ook echt tussendoor kijkt van oké, vind ik hem nu mooi? Want je moet stoppen als je hem mooi vindt, want anders vuil je te ver door. En je moet je voorstellen als je aan het veilen bent, dat die tijdens het veilen steeds verandert. Dus het is wel leuk om er af en toe naar te kijken. Oh, ik doe weer helemaal mijn eigen ding.
Zit ik op de... Ja, op side view kunnen we het goed zien. Okay. Dus ik vel ook weer naar beneden, hè, want het tegenin veilen is weer een risico dat je hem losvelt. En het maakt echt de meest vreselijke geluiden. Ik zal hem tussendoor even laten zien nu. Wat ik dan doe, dan heb ik gewoon een wipeje. Ik heb geen wipejes meer, maar deze kan wel. Ik kan je wipejes geven? Nee, hoeft niet hoor, hoeft niet. Want als dit ik is iets het laatste. Heb hier, dan zijn het nail wipes. Nee, hoeft er echt niet, lieve schat. Kijk maar. Ja, maar je zal er straks nog eentje doen. Ja, als het mag wel. Kijk, je ziet nu al een beetje effect komen. Je ziet de donkere stukjes al een beetje omhoog komen. Dat is wat ik wil. Ik heb nog te veel wit. Er ligt mij toch nog een beetje een waas overheen. Dus ik vel door. Maar je moet het wel tussendoor bekijken. Ik heb hier een paar wipejes voor je. Zo, oh, dat zie je niet. Hij staat al beneden. Het is lijkt wel een wc-rol. Kijk hier. Ik denk dat je hier net mee uit de voeten moet komen. En ik had al een hele rit gepakt, hè? Kun je nagaan wat ik allemaal verbruik. Ja, sorry. Dankjewel. Zo, tussendoor even koekeloeren. Zie je, het design zie je veranderen nu. Ja, leuk. Zie je, dus het is echt een... En echt heel makkelijk. Het is heel makkelijk, ja. En je kunt er natuurlijk, als je het folie erop legt, kun je zelf, ik heb hem nu gewoon ingeduwd, maar je kunt er heel patroon in maken, want je kan ze bijvoorbeeld ook langwerpig maken, dan krijg je wat meer strepen. En nu heb ik echt gewoon geduwd met de achterkant van het penseel. En dan zie je dat het ook echt van die ronde deukjes worden. Ja, daar kan je gewoon een beetje mee spelen. Dat maakt niet uit, je kan er... Je kan er van alles mee bedenken. Maar het is echt het milkpad effect. En wat grappig is, je kunt het ook andersom doen. Dus dan begin je met het wit. Dan leg je in het wit folie en dan leg je de roze bovenop. Nude bovenop. Nude of extender? Kan ook allebei. Je kan ook een mixje maken van alle drie de kleuren. Dan leg je een beetje een sliertje nude en een sliertje extender neer. Folie eroverheen en dan wit erin. En mijn gevoel zegt ook met gold liner gel, dan misschien nog wat aders erop aanzetten. Mooi hoor. Dat je nog zo'n shimmertje erin hebt zitten. Zeker. Ja, kan zeker. Zeker weten. Echt een leuk idee. Nou. Ik denk dat hij zo wel klaar is. En zo'n kleine tipje is nog het meeste velwerk, hè? Hoe verzin je het? Kijk, hier heeft mijn nude natuurlijk heel hoog gelegen. Dus je ziet ook dat daar is hoofdzakelijk nude te zien. Je krijgt daar echt een onwijs leuk effect mee. En hoe meer deukjes, hoe meer wit je hebt. Dus als je niet zoveel wit wil, dan maak je gewoon wat minder deukjes. Zo. Ja, ik stop nu. Ik ga hem aflakken. Dit is ook heel leuk design om mat te doen, hè, zodat het echt het gevoel van een steen behoudt. Ik ga de stof even weghalen, Wendy. Dan stelt hij scherp, denk ik. Dat is natuurlijk niet hoe je het in de salon behoort te doen, hè? Nee. Zo met die soort kwast. Dus je kunt ook natuurlijk even naar mij schakelen. En dan ga ik gewoon even zeggen, ja, leuk. Kijk, we hebben daar een afzuiging. En miraculeus lost hij het op. Ja, in de salon zet ik gewoon mijn afzuiging aan, dan heb ik niks. Ja, natuurlijk in de salon. Maar hier hebben we geen afzuiging in de tektafel. Dat komt omdat dat geluid van de afzuiging interfereert met de microfoons. Dus dat maakt het lastig om een afzuiging te gebruiken hier in de studio. Natuurlijk hebben we wel de power fan, die gebruiken we dan vaak als we de nagels er weer afveilen. Of als we modellen hebben waarbij bijvoorbeeld de nagels nog moeten worden leeggeveild of schoongeveild. Maar ja, dat is vaak met het geluid is dat niet heel handig. Nee. We gaan weer even terug naar jou. Het is echt onwijs herrie. Nou ja, zoals gezegd leg ik er weer een matte top overheen. Want ik vind dat gewoon bij dit design wel echt mooi, zodat het echt steen is. Oh. Ja, ook weer niet helemaal netjes geveild, maar dat geeft niet. Zo. Nou, hoe leuk is het als je een setje babyboom hebt of gewoon een set alleen maar nude opgezet. En dan zo'n accentnagel ertussen, dat is toch helemaal leuk. En ook weer het milkpad, hè? Het blijft gewoon in plasjes, blijft het erin liggen. En omdat we dan een kwartsnagel hebben, wil ik jullie ook nog laten zien hoe je dit kunt doen met een ombrepenseel. Want ombrepenseel zit ook in het prijzenpakket natuurlijk. En het is een heel mooi penseel. Ja, ik dacht al. Waar blijft die? Ja? Ja. Ja, die komt eraan. Want als we het, want nu stappen we langzaam over naar milkpad op kwartsnagel. Omdat ik dacht, nou, er is nog wel een beetje tijd over naar die milkpadnagels. Dus wil ik jullie dit ook laten zien, als je dat een leuke techniek vindt. Vergeet niet te googlen op kwartsnagels of kwartssteen. En daar je inspiratie vanaf te halen.
Het is wel echt heel erg leuk. Ik heb, ja, je kunt een druppeltje Whitest White gebruiken. Ik heb hier de witte Syriza Sweeties. Ik heb ook het Gel Polish Whitest White. Kan ook. Even een beetje ruimte maken. Ik heb een beetje een rommeltje van gemaakt. Zo. Pak eerst een druppeltje. Ja, Basin Top. Extreme Matte. Supreme Finish. Maakt niet uit. Leg een druppel neer. Ik leg een druppeltje Whitest White ernaast. Ja, dat zou wel goed zijn. Zo. En ik ga op mijn tip even een voorbereiding maken van een dun laagje nude power gel of een ander camouflerend product. Je zou ook kunnen zeggen, ik leg mooi zacht roze eronder neer. Dan blijf je een beetje in dat kwartsgevoel. Maar als je nou zegt, van, nou, ik wil dat gewoon met neonroze doen of knalgroen. Dat kan natuurlijk ook gewoon, hè, dat maakt niet uit. Maar ik vind het vooral leuk om die steen een beetje te benadrukken. Vandaar dat ik in roze tinten blijf. Maar je kan dit op allerlei manieren voor elkaar krijgen. Even kijken, oh, die hoort daar. Dus die leg ik een klein beetje op de ondergrond. Het wordt dus ook wel een gebouwde nagel. Dus ik blijf toch het liefst in een bouwproduct, zolang het kan. Ik ga hem mooi plat leggen en onthoud. Dit is de ondergrond, dus die moet echt dun. Plat leggen, mooi plat leggen langs de nagelriem. Oh, ik zie dat ik een vraag over het hoofd heb gezien. Oeps. Oh, hemel. Wacht even, hoe kan dat nou? Een beetje bijblijven. Oh, Sophie die vraagt, kun je ook zo een amethystnagel maken? Hebben jullie daar een demo van? En Nicole zegt, dat wilde ik ook al vragen. Ik ben namelijk gek op amethyst. Ja, is prachtige steen, amethyst. Volgens mij hebben we daar ook een demo van, hè? Ja, Linda die heeft dat gemaakt. Dat en ik heb de hele ingewikkelde versie gedaan. Met fellere kleuren. Maar die van Linda is wel leuk om ook op tips te maken. Ja, dat was wel ook een hele mooie nagel. Maar ik weet maar alleen hoe niet... Hoe heette die ook alweer? Ja, dat weet ik dus niet. Ik ga zoeken. Zo, ik hard dit even uit. Dus tijd dit tipje, want die heeft een hele rare vorm aan de onderkant en daar kan ik dus niet tegen. Hè? Als ons matte tipje. Ja, die is nu ziet hij er mooier uit. Ja. Oké, leg ik ook hier neer. Nou, de laagje power gel is nu uitgehard. En je ziet dat het echt maar een super dun laagje is. En daarop ga ik verder werken. Ik had natuurlijk zojuist een druppeltje topgel neergelegd. En een druppeltje Whitest White. Pak een dun penseel. En in dit geval pak dan Pepijn's Choice. Ik pak mijn druppeltje op. Dat die demo van Linda, dat was de Marble. De Marble uit seizoen 7, show 10. Oh, oké. Nou, goed. Een beetje het druppeltje hier doorheen roeren. Je ziet dat de Whitest White ook echt als een sliertje er doorheen ligt. Dat is de bedoeling. Ik trek hem een klein beetje door nog. Zo. En dit prutje ga ik oppakken met mijn ombre penseel. En die ga ik naar de tip toe brengen. Dus ik pak hem op. Gauw naar de tip, want het is best veel. En ik leg hem er overheen. En dan krijg je een heel leuk, ja, marble-achtig design. Hoeft niet te netjes te liggen. Prima op deze manier. Nou, dit laat ik wel zo liggen, want ik vind dat juist leuk. Maar je legt hem gewoon op eigenlijk die plaklaag van de power gel. Gebruik je nou acryl en je wilt dit doen, zorg dan dat je een klein beetje base en top over je acryl aanbrengt, waardoor die gel een beetje, ja... loopt, gaat glijden, gaat lopen. Dit gaat in de lamp. En hier overheen ga ik ook een heel klein beetje dat effect van die meelpadnagel zetten. Dus dat kan, dat hoeft natuurlijk niet. Ik pak een klein beetje wit en die ga ik er toch een beetje overheen deppen nog. Dat die nog wat meer diepte krijgt. Maar ja, als je dit afbouwt met een transparant bouwproduct, zoals bijvoorbeeld je Power Gel Clear, zou dat natuurlijk ook al hartstikke leuk zijn. Je kunt ook zeggen, ik verstop er nog wat in. Laat ik dat doen, want het is ook twee tellen werk. En door, hè. Pak ik een beetje van de Broken Glass. Nou, mijn lijm natuurlijk met Base & Top. Ik tik er een beetje uit. Echt minimaal, zie je, maar een heel klein beetje. Mm-hmm. Want meer ga ik niet gebruiken.
Ik lak over mijn designtje heen zoals het nu is. Ik pak mijn detailer 3, ik laat hem plakken. En ik pak wat stukjes op. Nou, die breng ik hier naartoe. Kun je ook weer neerleggen waar je wil. In dit geval ben ik dan weer, denk ik, heel zuinig. Want ik vind het dan zonde om hem helemaal vol te leggen. Dus ik zou gewoon accentjes nemen. Zo, dit uitharden. En nu kan ik met het wit kan ik een klein beetje dichtleggen. En als je ervoor zorgt dat je dus dit meer gebruikt als tekenen, hè, dus gewoon meer dunne laagjes neerleggen, dat je hem straks gewoon kan afkeppen. En dan ben je eigenlijk klaar. Dan heb je eigenlijk dit ook als inlay gemaakt. Dus ook weer een inlay techniek. Daar zou je hem ook, zo zou je het ook gewoon kunnen gebruiken. Dat design kun je natuurlijk ook heel leuk maken over een nagel die je al hebt. Maar als inlay is het natuurlijk ook heel erg leuk. En dan spelen met de techniek die je net hebt geleerd van die meelpadnagel. Voor een extra effect eigenlijk. Zo, de witte power gel pak ik er nog bij. Pak een beetje op. En dan kan ik kleine accentjes neerleggen, bijvoorbeeld hier en daar. Die verdelen we weer met je penseel. Dat vind ik wel heel creatief hoor, dat je dit zo doet. Ja, ja, dan heb je net even dat sliertje ertussen zitten. Ja. En dan heb je dat effect ook met die stukjes die dan net wat meer onder het wit liggen. Ja, en je bent gewoon eigenlijk een beetje aan het tekenen en dingen aan het creëren met verschillende producten. Maar je krijgt wel weer een heel leuk effect, juist doordat dat allemaal producten over elkaar heen zijn. Dus het wordt het juist een beetje, wat zou ik zeggen, interessant, vind ik altijd. Even mijn hand eroverheen. En ik verdeel hem nu een beetje naar de glitters. Want die glitters wil ik niet te glitterig, die wil ik een beetje ook dat witte houden. Is allemaal een beetje datzelfde effect. Nou, een klein beetje wit nog aan de bovenkant. En dan heb je weer een heel ander soort milkpad-achtig design. Het zijn ook gewoon, dingetjes, ideetjes, hè? Wat je allemaal kan doen. Leg hierboven nog een beetje neer. Zo. Duw een beetje in weg. Kijk, laat natuurlijk die marble-lijn laat ik natuurlijk liggen, hè, want dat is juist leuk. En het hoeft ook niet heel netjes, dus je zou dit in principe gewoon vlot kunnen doen naast je babyboom-setje. Zie je, dan heb je toch weer die verschillende laagjes. Lagen, ja. Ja. Nou, uitharden, doe ik één transparant laagje overheen en dan is die klaar. Zo. Beetje clear, als dat er nog is, ja. En dan denk ik dat ik jullie allemaal wat ideetjes heb gegeven waarop je hiermee kan werken. Nou, mijn hoofd is gewoon aan het ontploffen ervan. Ja. Ik zou het gewoon allemaal doen. Kijk, ja, ik zou het ook allemaal proberen. Ik moet natuurlijk drie designs doen. Maar ik zie ook al in de comments mensen die zeggen, ja, ik ga ze gewoon allemaal maken. Ja, ja. Maar dat zou ik ook doen, want hoe leuk is het nou om dit aan je klanten aan te bieden? Maar ben nou slim, hè. Neem van die kleine stickertjes en schrijf er alvast de prijs op van dat design. Als je dan straks het aan je klanten laat zien, dan weten ze ook, dan zien ze dat design, dan worden ze verliefd. En dan kunnen ze meteen kijken, nou, zo'n nagel kost bijvoorbeeld 7,5 euro extra. Dan kunnen ze daar namelijk ook echt voor kiezen. Ja. Want je moet er natuurlijk ook wel, nail art en ook dit soort technieken, die moeten wel betaald worden. Ja. Straks als we hier allemaal goed lopen. En voor een babyboom ook hoor, want ik bedoel, dit is niet veel meer werk dan dat je een babyboom maakt. Je legt er wat accentjes in, maar een babyboomnagel, hè, dat is alweer ook weer deze techniek. Ook weer met een beetje wit proberen zo'n mooi mogelijke blend te maken. Hè, en kleine stapjes doen. En ik geloof dat als je de perfecte babyboom wil maken, je dat niet even opgooit, twee lagen over elkaar veilen. En weet je, dan moet je ook gaan opbouwen in verschillende laagjes. Dan moet je ook gewoon, daar moet je extra voor rekenen, vind ik. Net als dit, die is dan nog weer extra. Ja, en als je dat nou nog niet doet, dan is natuurlijk straks als we weer open gaan na de lockdown, is dat wel het moment ook om jouw klanten opnieuw op te voeden en op zelf op een andere manier om te gaan met jouw onderneming. Ja. Zodra we weten wanneer en hoe die lockdown gaat versoepelen, dan wil ik ook nog een keertje om de tafel gaan zitten met Cheryl om te praten over, oké, welke dingen gaan we nou
kunnen we nou nu nog veranderen, zodat we straks weer op een wat betere manier in onze salon met onze klanten om kunnen gaan. En dat wil niet zeggen dat we per se meer winst moeten maken in een behandeling, maar wel beter moeten gaan nadenken over hoe gaan we dat nou allemaal inpassen. Maar daar ga ik dus later, gaan we daar echt een keertje uitgebreid over praten. Prijsstellingen, tarieven, wat voor prijzen moet je waarvoor vragen, et cetera, et cetera. Want dat is natuurlijk vaak iets waar het op stuk loopt. Maar ook hoe je, moet je dat nou voor marketen? Ik zie dat Nancy heeft maar liefst 5 A4'tjes volgeschreven. Oh, wat leuk. Nou, Lidie zegt, mijn handen jeuken, ik heb er zo'n zin in. Morgen direct mee aan de gang. Elise zegt, mooi zo. Sophie zegt, dankjewel Syriza. Oh, graag gedaan. Natuurlijk hoor ik al dat jij weer aan het veilen bent. Ja. Dus terwijl we aan het veilen zijn, ga ik nog even vertellen wat voor andere shows jullie kunnen verwachten van ons in de komende periode. Aanstaande vrijdag staat Syriza op mijn plek en zit Mirjam aan de tektafel. En Mirjam gaat Plastigel bloemen laten zien. Bloemetjes met Plastigel, een beetje zoals ik dat had gedaan met acryl, maar dan dus met Plastigel. Super handig als je niet houdt van de geur van acryl. Dan is het natuurlijk alweer volgende week. Op maandag de 15e gaat Aletta weer een keer zitten. En zij gaat glas in lood designs maken. Bloemen, ik heb een powerveer gezien. En natuurlijk wordt ze dan ondersteund door Jessica op de maandagen. Op woensdag ben ik hier dan weer. En welke trainer zit er dan aan de tafel? Dat is dus Cheryl. Cheryl, er wordt nu gewoon midden in een zin iets in mijn oor gezegd. Dat doet ze bij mij ook altijd. Ja, woensdag is het de tijd aan Cheryl. En Cheryl gaat dan Simplicity Nail Art maken. En dan ga ik ook alvast wat dingen vragen over tips en tricks die je nu kunt toepassen, zodat straks als de salons open gaan, jij goed te werk kunt gaan. Tussen die maandag en die woensdag, en dat is wat Wendy net in mijn oor vertelde, hebben we natuurlijk Michelle Taribouka met die uitleg over die tipboxwedstrijd. Misschien is het een beetje veel voor jullie, maar die kunnen jullie gewoon terugkijken. Want iedereen was zo enthousiast over die tipboxwedstrijd. En ja, die moeten we ergens ertussen natuurlijk zetten. Op vrijdag, dan is Syriza hier weer aan de desk en dan zit Anjo aan de tafel. En Anjo is natuurlijk geweldig met airnails, maar is ook geweldig met handpainten en met 3D. En zij gaat mixed nail art designs maken. Wat precies, dat zien jullie in de loop van de week. Op maandag Sylvana. En Sylvana gaat XXL strass designs maken op langere nagels, de hoogte inwerken. Volgens mij ook een beetje Plastigel daarbij. Dus wordt ook echt superleuk. Sowieso is Sylvana natuurlijk ontzettend leuk om mee te werken. En dan staat Jessica hier weer om dat te presenteren. Op de woensdag daarna Michelle Taribouka met de Extreme Nail. Zij gaat dus een extreme nagel maken. Zo hebben we ook Michelle leren kennen in de eerste lockdown met haar Predator nagel. Dus een extreme opbouw van een nagel. Op vrijdag zit Jessica aan de tektafel. Staat Syriza hier en gaat Jessica Enchanted Stamping Nail Art maken. Met die hele mooie Enchanted Color Gels. Met dat hele mooie shimmertje. En Jessica gaat dat inschilderen en allemaal bij elkaar gebruiken. Dus dat wordt echt stamping 2.0. Misschien wel 3.0. Maandag 1 maart is het dan de beurt aan Gino. En Gino gaat een e-workshop geven over One Stroke. Dus One Stroke, hè, dat bewegen met je penseel op deze manier. Waardoor je super makkelijk mooie bloemetjes krijgt. Dat gaat Gino aan ons uitleggen. Sorry hoor, ik had even een kriebel in mijn keel. Dan hopen we natuurlijk dat op dat moment de lockdown wordt versoepeld en we weer aan de gang kunnen gaan. Mocht dat nou niet zo zijn, natuurlijk zou dat niet heel positief nieuws zijn. Maar zou dat wel betekenen dat we meteen gaan doorplannen voor jullie. Om te zorgen dat we gewoon die leuke e-workshops blijven doen voor jullie. En dat doen we ook echt om de inspiratie hoog te houden en de passie voor het vak te blijven aanwakkeren. Ja, dat is iets, jullie begrijpen dat. Niet iedereen begrijpt waarom we dat doen. Maar we doen het omdat we allemaal die passie voor het vak delen. En graag bezig willen blijven. Ik wil daar graag mee bezig blijven. De trainers willen daar graag mee bezig blijven. En jij wil daar graag mee bezig blijven. Maar goed, dat wordt dus in de loop der tijd bekend. Mochten we nou wel in die week van 1 maart weer aan de slag mogen gaan, dan nemen we een week pauze. En dan begint Nail Talk Live weer op de woensdagavonden. En we hebben besloten om iedere maandagavond, dus buiten de lockdown, iedere maandagavond gewoon gezellig een e-workshop te doen. Op de maandagavonden van 8 tot een uur of 10, 11. En iedere week een ander thema. En dat thema bespreken we dan ook in Nail Talk Live. Nou, het was weer een hele mond vol. Ik denk dat we even terug moeten gaan naar Syriza. Ja. Ja, ik heb hem af. Ik heb hem glanzend gelakt. Zodat ik van alles dadelijk een matte en een glanzende heb. Dus jullie kunnen meekijken. Kijk hoe tof. Cool, Syriza. Leuk, hè?
Dus dat is net weer even dat extraatje van dat marble patroon wat je eronder hebt. En daar overheen toch weer gewoon die techniek. Met, waardoor je dat een beetje dat milpad effect krijgt. En het lijkt een beetje ook op een kwarts. Roze kwarts. Het is gewoon, ja, ik vind het heel leuk. En er is dan die matte die we net hadden. Kijk, je ziet dat die ook al veel witter is weer als die, hè? Zie je, dus zo snel gaat dat. Zal ik ze even allemaal neerleggen voor de screenshot? Ja, dat is wel leuk. Ja, ik denk dat dat zeker goed is. Ik lees in de comments van iemand dat zij het lastig vindt om een nail art aan te bieden. En je hebt faalangst om nail art aan te bieden op klanten, Sophie. Nou, ook faalangst wil ik ook volgende week bespreken met Cheryl. Hoe kun je daar nou mee omgaan? Ik ken het, ik heb ook faalangst, maar je moet daar wel mee om leren gaan. Want uiteindelijk moet je natuurlijk wel wat je leert ook gaan toepassen. Dan heb ik een vraag van Joyce. Ik ben nog in opleiding en wil graag gaan werken met magnetic producten. Je kunt die alleen bestellen met een KVK-nummer of kan het ook als je in opleiding bent. Stuur mij een berichtje en dan hebben we het daar even over. We hebben intussen ook, als je een login wil maken in de webshop, hebben we daar een vijftal verschillende vragen. Die moet je beantwoorden voordat we je goedkeuren. Dus als je die invult, is dat KVK-nummer niet nodig. En aan de hand van de antwoorden van die vragen besluiten we of we of nog persoonlijk contact met je opnemen of dat we je een login sturen. Het zijn wat specifieke vragen waaruit we gaan proberen te filteren, zodat we zorgen dat we natuurlijk alleen aan de professional blijven verkopen. Maar een professional ben je ook als je met een opleiding bezig bent. Als je maar weet wat je aan het doen bent, en wij weten waar je dat aan het doen bent, dan kan ik dat ook goed inschatten. En anders moet je gewoon een persoonlijk berichtje sturen. Nou, ik praat weer 1000 woorden in een minuut. Even kijken. Joyce zegt, vond het zo leuk om de e-workshop te kijken. Leren superveel van jullie zijn toppers. Dankjewel, Joyce. Priscilla vraagt, Cerise, kun je bij dit soort ontwerpen ook een cat eye gebruiken of valt het effect dan weg? Ik zou het gewoon proberen. Ik denk dat je echt nog versteld staat van wat voor producten je allemaal kunt gebruiken. Ik denk dat het juist heel tof is, want je hebt wel een beetje die swirl erin zitten. Hè? Maar dan moet je wel even goed kijken welke kleur je dan precies pakt. Ik vind dan moet je echt dat cat eye effect op de ondergrond wel heel goed zien. Bijvoorbeeld met die hele donkere. Dat zou wel tof zijn, denk ik. Want dan ga het proberen. Maar dan moet je er niet te veel andere dingen in leggen, denk ik. Nou, laten we naar Topshot gaan kijken, denk ik. Ook pas even een snor, mijn krul, en een snor in de krul aan het zetten, ja. Nou, weet je, ik heb dus normaal gesproken, is hij niet in een krul, hè? Want een mondmasker werkt niet, hè? Mondmasker gaat niet. Maar we kunnen hier in de studio heel veel afstand houden. Dus net voor de show heb ik hem heel meer model Het gaat niet om mijn snor, het gaat natuurlijk om de eindresultaten. Laten we gaan kijken. Nou, je snor is niet geheel onbelangrijk, hoor. Oh, wat zijn ze mooi, Cerise. Leuk, hè? Ik weet niet welke mijn favoriet is. Dat krijg ik niet helemaal schoon. Ik denk toch de eerste. En de zwarte. De traditionele, ja, ik kan me voorstellen. En die opalen. Ja. En dan ja, toch ook wel die... Die zijn toch ook wel leuk. Ja, die roze kwarts. Doe ze maar allemaal. Ja, maar allemaal doen gewoon iedere vinger een ander. Ja, ook het is toch het mat ook wel weer heel tof om te zien. Versus dan dat glanzende. Want ik denk dat je dat met die opalen niet moet doen. Omdat je, ja, dan krijg je echt dat effect niet. Maar probeer het gewoon. Ik ben echt benieuwd wat jullie gaan maken. Ja, dus screenshot, hè? Ik vergeet het te zeggen. Oh, 3, 2, 1. Screenshot! Screenshot! Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb expres gekeken naar iets wat is nou gewoon lekker leuk om te knutselen. Iets waarmee je niet kan stoppen. En ik denk dat dit wel zoiets is. Even wat anders dan een technische nagel. Ik vond het hartstikke leuk om het voor jullie allemaal alvast een beetje vooruit te gaan bedenken. Terwijl ja, het natuurlijk al een techniek is, die bestaat natuurlijk al wat langer. Vandaar ook alle andere versies daarop. Nou, ik hoop dat jullie er leuk mee aan de slag gaan. En laat me alsjeblieft zien wat je maakt. Als je nog vragen hebt, dan kun je natuurlijk altijd naar mijn Facebook. Dan kun je me altijd wel bereiken. Niet dat ik gelijk antwoord geef, maar ik zal je zo snel mogelijk helpen daarmee. Nou, hartstikke veel succes en plezier daarmee. En ik kijk uit naar jullie creaties. Ja, ook ik vond het weer geweldig. En ik ben ook heel benieuwd naar jullie creatie. Vergeet het niet, hè, die geweldig leuke flashcure vanaf aanstaande maandag. Bij Magnetic en bij al onze distributeurs. Ik denk dat dit een must-have wordt voor nail art. En dat je hem dan vanzelf extreme mat ziet worden. Nou, is toch helemaal leuk. Maar als jij dus meedoet en die 3 verschillende milkpaald nagels maakt. Die ene traditionele en die 2 met kleur. Met die verschillende verstopte nail art. Ga je dus dat pakket winnen. Kun jij dat pakket winnen. En daar zitten ze dus bij. Hè? Dan ben je een van de eerste. Dus zeker je huiswerk gaan maken. Ik vond het weer geweldig. Ik wil Wendy heel erg bedanken. Achter de schermen. Want die heeft er weer voor gezorgd. Dat we alles konden zien. En ik af en toe helemaal de kluts kwijt was. Ja, echt. Het is toch... Aan de ene kant een enorme hulp en aan de andere kant ben je af en toe... Hè? Wat zeg je nou? Maar goed, dat doet het niet. Ik wil natuurlijk Cerise bedanken. En Cerise, heb jij nog een laatste tip, nog een laatste woord wat je graag wil zeggen?
Nou ja, ik denk dat het... Ja, ik heb altijd wel wat om te vertellen, dus het is niet zo moeilijk. Ik hoef daar niet over na te denken. Nee, ik hoop dat jullie allemaal lekker gaan kijken naar de aankomende uitzendingen ook weer. Vergeet niet, als je dat niet hebt gedaan, dan heb je straks, als je tot over je oren in het werk zit, dan denk je, oh, had ik maar een plekje, een gaatje om iets te gaan creëren. Dus joh, pak gewoon per week een uurtje of een paar uurtjes wat je hebt en geniet ervan, doen wij ook. En ik zie jullie vrijdag trouwens. Ja, leuk met Mirjam samen. Nou, inderdaad. Tot aanstaande vrijdag, tot maandag, tot woensdag, tot Nail Talk Live. Geniet van de prachtige nagels. Geniet ook van het werken met Powergel. En omdat Cerise natuurlijk de hele dag met Powergel heeft gewerkt. Wat zeg je? Oh, gaan we kijken naar de Glitter Gel Polish Collectie. Paul Masqué. Hele fijne dag nog. Tot de volgende keer. En stay positive, test negative.